Goedenavond en welkom bij het OM System webinar. Ik ben Mark en ik ben Territory Manager voor Nederland van OM System. Vandaag heeft u meegekregen dat we een aantal nieuwe producten hebben geïntroduceerd. We hebben een nieuwe camera geïntroduceerd en we hebben twee nieuwe lenzen geïntroduceerd. En vanavond willen we iets verder meenemen in de techniek van die nieuwe producten. Vanavond een presentatie die uit drie delen bestaat. Eerst ga ik u een klein stukje technische presentatie doen van de camera. Daarna hebben we een aantal mensen op pad gestuurd, Alexander en Tom, om in de praktijk kennis te maken met die camera. We gaan hun laten vertellen over hun eerste ervaringen en de beelden laten zien van die nieuwe camera. Dit stukje hebben we opgenomen en daarna zijn we live voor een Q&A waar we uw vragen weer gaan beantwoorden. Dus heeft u tijdens de presentatie vragen, stuur ze op in de chat en Alexander en Tom zullen ze aan het eind van de avond voor u beantwoorden. Zoals u dus heeft meegekregen, hebben we geïntroduceerd de OM System OM1. De logische opvolger van de EM1 Mark III. De volgende stap in ons nieuwe vlaggenschip. Zoals u als het eerste oogpunt ziet, lijkt de camera heel erg op de EM1 Mark III. Waarom OM System OM1? Omdat deze camera de logische opvolger is van de EM1 Mark III. Gebaseerd op de techniek die we 50 jaar geleden hebben geïntroduceerd met de Olympus OM1. Toen een camera die en heel compact was en heel veel impact had op de markt. En we gaan dat nog een keertje doen met de OM System OM1. Een camera die voorbeduurt op de Olympus line-up en waar dus alle bestaande objectieven en alle bestaande accessoires van de Olympus producten probleemloos op passen. Vanavond ga ik u meenemen door een vijftal punten van deze camera om te laten zien wat de mogelijkheden en wat dit extra biedt voor u. In een kort overzicht alle verbeteringen. Of alle unieke features van deze camera, maar daar lopen we even wat dieper doorheen. Belangrijkste natuurlijk, beeldkwaliteit. Nou, deze camera is helemaal opnieuw ontwikkeld. Dat betekent, we hebben een nieuwe sensor, nieuwe processor en de beeldstabilisatie. Heel erg veranderd. Deze camera is voorzien van een stacked BSI LiveMOS sensor. Hele mond vol, maar dat betekent dat het de nieuwste techniek is en dat de camera daardoor heel erg snel geworden is. Voordeel voor u als consument is dat we qua ruis twee staps omhoog zijn gegaan en dat het dynamisch bereik een stop groter geworden is. Ook is de camera voorzien van een nieuwe processor, de TruePic X processor, die tot drie keer sneller is als de voorgaande processoren. En de camera is voorzien van de beeldstabilisatie. Nou, was Olympus daar natuurlijk al marktleider op. En deze is, doordat hij 10% kleiner geworden is, nog sneller en nog vaker te gebruiken. Ook qua ISO-bereik zijn we een stukje omhoog gegaan. Standaard gaat de camera tot 25.600. We kunnen zelfs omhoog tot 102.400. Maar eigenlijk in de praktijk is dit 6400 dus heel erg goed gebruikbaar. En ook het dynamisch bereik een stap omhoog gegaan. Zodat het beeld wordt weergegeven zoals u dat heeft gezien. Stabiliteit, beeldstabilisatie hebben we het al vaker over gehad. Daarmee lopen we gewoon voorop. Als Olympus en we bieden nu ook de mogelijkheid om dit te gebruiken in situaties die u voor niet kon gebruiken, bijvoorbeeld bij Live Composite. En dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar al die elektronica, daar maken we geen foto's mee. Het gaat om mensen en het gaat om ervaringen. De enige camera die interessant is, is de camera die u bij u heeft en dat kan nu met de OM1 probleemloos. Alle nieuwste techniek in een hele compacte behuizing. Een aantal jaar geleden, met de introductie van de EM1X, hebben we de stap gemaakt in computational photography. En dat betekent dat we de processor mogelijkheden geven die het weer mogelijk maken voor u om hele andere foto's te maken. En een van de dingen die we bij deze camera aangepast hebben, is de autofocus. Die was al heel erg goed, maar is nog een stuk nauwkeuriger en nog een stuk sneller geworden. En zoals u ziet, bij de hond wordt niet alleen de hond gevolgd, maar ook de kop van de hond. Of zoals u aan de linkerkant ziet, kan die zelfs een vogel die verstopt zit in het riet detecteren en daarop scherp stellen in plaats van op het riet eromheen. We hebben het nog niet gehad over de grootte van de sensor. Nou, deze camera is voorzien van een 20 megapixel sensor. En dat is eigenlijk in de meeste gevallen meer dan voldoende. Maar is er toch een moment dat u zegt, ja, maar ik wil heel veel meer pixels hebben, dan hebben we de high-res shot. High-res shot zat ook al in een aantal andere camera's van ons. En daarmee maakt u vanuit de hand 50 of vanaf een statief zelfs 80 megapixel foto's. Daar moest u bij de vorige modellen altijd wat dieper het menu voor induiken. Maar nu bij deze camera door één druk op de knop, op de recordknop te drukken, kunnen we omschakelen van gewoon fotograferen in 20 megapixel naar de high-res shot. Nog een keer een druk op die knop en de camera staat weer in de 20 megapixel stand. Door die nieuwe processor hebben we dat ook heel veel sneller kunnen doen. Dat betekent dat we dat nu binnen 5 seconden klaar kunnen hebben.
Dus in één keer druk, binnen 5 seconden, heeft u een foto van 80 megapixels. Wilt u nou een keer de andere kant op en met langere sluitertijden werken? Dan kunnen we dit nu doen tot 6 stops langer uit de hand, dankzij Live ND. Live ND betekent dat u in de camera de sluitertijd kunt verlengen zonder dat u in ND-filters voor de camera hoeft te schuiven. En voor mensen die heel erg creatief willen spelen, hadden we natuurlijk al de live composite modus en dat kan nu ook vanuit de hand. In het verleden moest het altijd vanuit de statief, maar die nieuwe beeldstabilisatie die zorgt ervoor dat we dit soort creatieve foto's met lange sluitertijd ook uit de hand kunnen maken. En dat betekent dat u op het moment dat het u uitkomt, leuk kunt spelen met licht. Voor de liefhebbers van juist hele kleine details hebben we de focus stacking een stuk versneld. Dan maken we binnen 6 seconden een foto die bestaat uit 15 of 16 foto's met een verschillende scherpte diepte die gecombineerd worden in de camera tot die ene foto. Deze camera is voorzien van een nieuwe zoeker. Een OLED zoeker met 5,7 miljoen pixels. Dat betekent dat het beeld wat u te zien krijgt mooi helder is en u gelijk kunt zien of alles scherp is en dat de foto eruit gaat moeten zien zoals u hem graag wilt. Snelheid. Pro Capture. Natuurlijk, snelheid. Vogel, u wilt hem fotograferen en op het moment dat u hem wilt fotograferen is die net weg. Nou, dat lossen we op met Pro Capture. Met Pro Capture kunt u namelijk terug in de tijd. U kunt in dit geval tot 0,8 seconden of tot 7 beelden terug in de tijd. U mist dus nooit meer een moment. Dit is iets wat we al hadden in de EM1X, maar nu nog een stapje uitgebreid hebben. Tevens kan de camera met single autofocus 120 frames per seconde fotograferen en met continu autofocus 50 frames per seconde. Maar natuurlijk belangrijk voor autofocus is de nauwkeurigheid en de snelheid. Ooit geïntroduceerd op de EM1X, de onderwerpdetectie voor vliegtuigen, racewagens en treinen. Later uitgebreid voor vogels en nu ook uitgevoerd voor hond- en katachtigen. Betekent dat op het moment dat u die functionaliteit gebruikt, de camera weet waarnaar die moet zoeken en dat betreffende onderwerp scherp in beeld brengt. En niet alleen het onderwerp op zich, maar hij weet ook waar de kop zit of waar het belangrijkste deel zit van die foto. En dat gebruikt hij als scherpstelpunt. En nu gaan we naar buiten toe. En dat is niet altijd mooi weer. Nou, daar hoeft u met deze camera niet bang voor te zijn. De camera is stof- en spatwaterbestendig. En dit is de enige systeemcamera ter wereld die een IP53 certificering heeft. En dat betekent dat die stofdicht en spatwaterdicht is. U hoeft dus niet meer bang te zijn voor een regenbuitje. U kunt gewoon lekker doorgaan met fotograferen, ongeacht het weer. En gaat u naar wat kouder gebied, ook daar is de camera perfect geschikt voor. Tot min 10 graden kunt u probleemloos blijven fotograferen. De camera is voorzien van dezelfde sluiterunit als in de EM1X zat, dus voor 400.000 bewegingen. En de stofverwijdering, die u natuurlijk kent van Olympus, zit ook op deze camera. Met de nieuwste coating die ervoor zorgt dat stof nog minder aanpakt en dat u dus nog minder kans heeft voor vlekken op uw foto. Deze camera is voorzien van een nieuwe accu, een BLX1 accu. En daarmee kunt u tot 520 foto's maken op één acculading, volgens de officiële testen. Maar het blijkt in de praktijk dat we daar ver overheen komen. De accu laadt u op in de camera en kunt u ook opladen via een powerbank. En u kunt zelfs de camera gebruiken via een powerbank. Dus u hoeft nooit meer bang te zijn dat u ergens op een plek zit zonder stroom en geen stroom meer in uw accu heeft. Natuurlijk kunnen we met twee UIS-2 kaartsloten werken, waarbij u zelf kunt kiezen of u de informatie op beide kaarten allebei op laat slaan, of u kiest voor of video of film op een van de kaarten, of een backup gebruikt voor de diverse kaarten. En wat natuurlijk steeds belangrijker wordt met camera's, is het filmen. Nou, met deze camera hebben we op filmgebied een hele grote stap gemaakt. Natuurlijk, onze beeldstabilisatie was al heel erg mooi om te gebruiken. Maar in dit geval gaan we naar een 10-bits opname in 265. En dat betekent dat u nog meer informatie uit de video kunt halen en door middel van de OM-log functionaliteit hem een hele stap omhoog kunt zetten en het licht kunt aanpassen zoals u dat zelf wilt. En als u nog een stap omhoog wil, kunnen we naar een 12-bits opname op het moment dat we hem Atomos X aansluiten. Dat betekent dat u daarna nog meer keuze heeft in de post-processing en dat u de beelden echt kunt aanpassen zoals u ze zelf wil hebben. Daarnaast hebben we nog een aantal dingetjes aangepast. En wat u als ervaren Olympus gebruiker waarschijnlijk zal opvallen, is dat we het menu hebben aangepast. We hebben het op een tweetal manieren aangepast. Ten eerste gaan we niet meer van boven naar beneden, maar gaan we van links naar rechts. En hebben we door middel van kleuren de mogelijkheid gegeven om nog makkelijker de diverse menu's onderdelen terug te vinden. Ook is er een apart autofocusmenu toegevoegd.
En voor degene van onder u die heel graag met backbutton focus werken, hebben we daar ook een aparte knop voor ingesteld. Die moet u wel even programmeren, maar dan is ook die mogelijkheid voor iedereen te gebruiken. Dit was het technische gedeelte van de presentatie. Afgelopen weken hebben onze ambassadeurs Alexander en Tom al kennis kunnen maken met deze nieuwe camera. En vanavond zijn ze hier aanwezig om hun eerste ervaringen uit te leggen. Mensen die Olympus al heel lang volgen, kennen Alexander en kennen Tom natuurlijk. Maar misschien is het leuk om voor de mensen die Alexander en Tom nog niet kennen, zichzelf even voor te stellen. Alexander. Mijn naam is Alexander Koenders. Ik ben natuurfotograaf en ondernemer. Qua natuurfotograaf ben ik gespecialiseerd in de volle breedte. Dus van landschappen, macro, maar met name vogeltjes en dieren. En al sinds 2005 trots ambassadeur bij dit mooie merk. Kijk, en Tom? Ik ben Tom Reuvers. Ik ben sinds kort ambassadeur. Ik hou me elke dag bezig met fotografie. Dus ik doe eigenlijk alles. Ik ben eigenlijk begonnen met concertfotografie. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Vond ik heel erg leuk. Maar ik ben de laatste jaren echt helemaal omgeswitcht richting natuur, landschappen, macro. Ja, dat is eigenlijk iets waar ik elke dag wel mee bezig kan zijn. Ah, oké. Okay. Alexander, jij zegt al, je hebt sinds 2005 met Olympus aan de slag. Tom, wat zijn jouw ervaringen met Olympus? Nou ja, ik heb heel lang bij Olympus gewerkt. Daarna ben ik voor mezelf begonnen omdat ik heel veel met workshops en dat soort dingen doe. Ook verschillende merken de afgelopen jaren bewust in de handen gehad. Ik heb met Nikon gefotografeerd, ik heb met Fuji gefotografeerd, ik heb eigenlijk met Sony gefotografeerd. Nu weer helemaal terug naar het OM-system. En dat is voor mij een hele mooie stap, omdat ik nu eigenlijk van al die merken wel het een en ander weet. Ik ken elke camera van binnen en buiten. En ja, daarmee weet ik nu ook precies wat ik in Olympus weer kan vinden. Of wat ik in OM-system weer kan vinden. Ja, die naam blijft nog een verwarring. Maar we gaan het gewoon lekker door elkaar blijven gebruiken. Ja. Jullie hoorden natuurlijk afgelopen jaar al dat we iets nieuws gingen introduceren. Wat waren jullie eerste verwachtingen? Wat was je idee van dit zou echt een volgende stap zijn? Nou, dan moet ik zeggen dat Olympus, zoals het vroeger heette, dat elke keer vroeg. Hè? Nu komt er wat. En tot en met de 1X is dat ook steeds gebleken dat er elke keer wel weer een vernieuwing kwam die echt alweer een stap vooruit was. Dit is voor het eerst dat we er niet zo heel veel van gehoord hadden vooraf. Het was eigenlijk akelig stil. Men had het erover en iedereen had vooral vanwege de naamswijziging ook de vraag, komt er überhaupt wel wat? En dan is het wel een verrassing als er inderdaad iets komt. En dan is het een nog grotere verrassing als hetgeen wat er is gekomen blijkt te zijn wat die nu ook daadwerkelijk is. Om het even cryptisch te houden. Ja, we houden het nog heel even cryptisch. Jullie hebben nu een paar weken de camera mogen gebruiken. Als je in een paar steekwoorden, zonder al te veel te vertellen alvast, die camera moet beschrijven. Voor mij absoluut snelheid, beeldkwaliteit en ongelooflijk verbeterd in de ruisprestaties. Dat zijn voor mij de drie dingen waar die camera alles omschrijft. En ik denk waar we het er straks over gehad hebben. Waar Olympus het pad in was gegaan van de kleine handzame camera met die 1X en ene keer met toch wel een bakbeest van de camera kwam, heeft OM System dat weer teruggebracht naar die kleine handzame camera zonder concessies te doen aan de professionele kwaliteit. Kijk, nou, wat we vanavond willen doen is even stap voor stap met jullie de nieuwe camera's doornemen. Het eerste wat natuurlijk als je hem uit de doos haalt is de look and feel. Hoe voelt de camera? Hij is heel iets anders qua ontwerp. Nou, hij is heel iets anders, maar voor mij voelde die meteen volledig anders. De camera die kwam binnen en je haalt hem uit de doos. En volgens mij is het maar een paar millimeter hoe die krip anders is. In ieder geval qua afmeting. Maar het voelt anders. En ik vond hem gewoon heel prettig in de hand liggen. Het is lekker in balans. Nou, het is met name die grip. Hè. Bij de Mark 3 heb je ook best wel een grip die er redelijk toe doet. Maar die is toch iets kleiner. Dit is gewoon een volwassen grip. Je hebt gewoon echt wel een ding in handen waarbij ik de parallel met de 1X vind dat ook deze de neiging heeft om intuïtief heel makkelijk te kunnen gebruiken in het veld. Ik denk ook dat voor mensen die andere systemen gewend zijn te gebruiken, de overstap naar een camera als deze ook veel eenvoudiger was gaan. Omdat je toch een aantal van die dingen tegen gaat komen die zij al vanuit het ver verleden bekend of kennen. Ja, ja. Ja, nou hebben jullie natuurlijk van ons een presentatie gehad. Daar stond in, hey, nieuwe processor, nieuwe sensor. Nou,
camera werd afgeleverd uit de doos. En binnen 10 minuten volgens mij nadat Tom hem uit de doos gaat, dat kreeg ik van jou het eerste bericht al. De eerste test, ja. Wat was het? Nou, voor mij is altijd, wat mensen altijd hebben met een kleine sensor, dat is altijd zo, is altijd de vraag van, ja, hoe gaat het dan met die ruis? Want anders moeten we naar full frame en dan moeten we met een zware camera lopen. Maar ja, dan is die ruis onder controle. Dus voor mij was het eerste van, oké, hoe is de ruisprestatie ten opzichte van de EM1-3 of van de EM1-X? Zit daar dan nu een verbetering in? Nou, ik heb de camera's naast elkaar gezet en inderdaad binnen 10 minuten heb ik jou een WhatsApp bericht gestuurd. Zonder dat ik ook nog maar iets wist en dat ik tegen jou zei van, joh, hoe kan dit? Volgens mij zitten er wel 2 stops aan ruisverbetering in. Dat dit nog beter onder controle is. En ja, wat ik tot nu toe heb gezien, ISO 6400, waar je voorheen wel eens een beetje zoiets had van, moet ik die grens opzoeken? Ja, dan ga je nu zonder je voor die foto's te hoeven schamen en wat dan ook. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Ja, het rammelt er ook zo uit. Hè? Die JPEGs die zijn gewoon van bijzondere goede kwaliteit. Klopt. Ja. En met name in de natuurfotografie wordt ruis eigenlijk niet geaccepteerd. Hè? Ruis is not done. Nee. En dat was ook een van de meest gehoorde klachten eigenlijk van mensen die naar Olympus toe gingen, dat ze met slecht lichtomstandigheden daar niet goed mee uit de voeten kwamen. Nee. Nou, ik denk dat de afgelopen 2 weken dat wij die kamers mochten proberen, was het licht allesbehalve aanwezig. Dus, jullie hadden niet het allermooiste weer? Nee, maar het is van een heel ander niveau. Ja. En dat weet ik, we zijn alle 2 gekleurd, maar mensen kennen ons al wat langer als vandaag. En als het niet goed is, is het niet goed en dan zeggen we dat ook. Maar dit is echt, dit is gewoon erg goed. Okay, want nu kwamen natuurlijk de eerste foto's uit de camera. Nou, jullie hebben een pre-productie exemplaar en dat betekent onder andere dat je de RAW-files nog niet kunt bekijken. Je moet het alleen met JPEGs doen. Wat is daar de eerste reactie op de eerste paar foto's die je maakte? Ja, normaal gesproken zou ik niks doen met JPEGs. Ook de voorgaande keren met nieuwe kamers ging ik dat toch mijn best doen om die ORF's te openen. En daar vooral mee te gaan werken om uiteindelijk een productie te geven voor dit soort presentaties. Is voor het eerst denk ik dat ik daar die neiging helemaal niet toe heb. Ik heb nu een JPEG die ik misschien nog een keer bijsnel als de compositie me helemaal aanstaat. Maar voor de rest doe ik er helemaal niks mee. Het komt er zo uit. En ik ben wel razend nieuwsgierig naar wat de RAW's zo meteen gaan brengen. Maar hier ben ik al heel tevreden over. Ja. Ja, want voor natuurlijk, op het moment dat u straks die camera aanschaft, dan is die RAW-files die zijn wel beschikbaar. Dus dit is inderdaad omdat het nog even voor de officiële introductie is. Vanaf vandaag kun jij ook zelf je RAW-files gaan bekijken. Dus ik ben benieuwd. Vandaag? Ja, vandaag. Oh, ja. Vandaag. Vandaag is de dag. Ja. Zo horen we helemaal wat nieuws. Nou, autofocus hebben we verbeterd, niet alleen. Aantal autofocuspunten wat 121 was. We gaan nu naar 1053 autofocuspunten verdeeld over het hele beeld. Wat merkt daar de gebruiker van? Nou, ik denk, maar ook daar weer. Ja, ik heb jou niet dat mailtje gestuurd, maar ik was gewoon een paar dagen onder de pannen en buitengewoon enthousiast. De snelheid, de autofocus en de tracking van de 1X, daar gaf ik mensen al mee dat ik het zo fijn vond dat Olympus eigenlijk een systeem had waarbij ze het onderwerp konden blijven volgen, maar dat was nog niet feilloos. Je hebt nu een systeem wat in het hele veld steeds het onderwerp weet te pakken met een ongelofelijke snelheid. Ik vraag me zelfs af dat wat wij altijd onze studenten leerden van maximaal kruis, want anders wordt hij traag. Nou, dat is er niet meer. Nee. Hij ziet het onderwerp, hij pakt het onderwerp en het lijkt er ook op dat alles, maar dan ook alles in focus is. En wat nog veel belangrijker is, de 1X was al redelijk met het vasthouden van oogcontact op je onderwerp. Ja. Deze is feilloos. Ja. En wat sowieso nog mij opgevallen is, is dat die snelheid, en dat zal wel dan door die nieuwe TruePic X-processor komen, die snelheid merk je ook gewoon als je de ene keer heel dichtbij scherp stelt en je wil dan in één keer naar het uiterste scherp stellen. Dat is altijd een mooie graadmeter om te kijken, ja, hoe snel doet zo'n camera dat? Nou, met de 100-400 die ik veel gebruik, op 1,5 meter iets focussen, daarna op het oneindig. Ja, het is bijna niet af te knipogen. En dat vind ik echt zo'n grote stap. En inderdaad, met wat Alexander zegt, dat in combinatie met je vogelherkenning of onderwerpherkenning, ja, het werkt gewoon heel erg goed. Ja, en dat met de 120 frames per seconde, is dat iets wat je gebruikt? Ja, ik zelf, maar dat is, ik wil geen partypoepen zijn, 120 beelden is natuurlijk heel mooi. Maar het feit dat je dan in de natuur dat zou toepassen, dat er, denk uitsluitend als je bijvoorbeeld een ijsvogel die vanaf het tak gaat vissen en op het moment van water raken, dat je dan op een gefixeerde focuspunt dat zou gaan doen. Daar zie ik met 120 frames wel degelijk meer mogelijkheden. Want je zult altijd zien dat met minder frames de vleugelslag altijd wel iets mist, waardoor je zegt, nou, ik had hem net even iets meer dit of zo moeten hebben. Dus daar gaat die snelheid wel degelijk van toegevoegde waarde zijn. Ja. EM1, ik zei je al, daar waren we ooit begonnen met die onderwerpherkenning. Nou, je hebt daar redelijk gebruik van gemaakt, volgens mij zeker nadat die upgrade kwam van de vogelherkenning. Ja. Ik denk dat dat voor heel veel fotografen een hele belangrijk doel was. Vliegtuigen en treinen was leuk,
Maar ons doelgroep is toch de mensen die de natuur in gaan. Die is verbeterd, dat zei je al. Hoe merk je dat in de praktijk? Nou, wat ik zeg, waar ik voorheen met de 1X nog wel eens moest zoeken. Hè, dan stond dat net heel snel de snelheid van die autofocus, dat is al één. Ja. Dan heb je een wazig beeld, want je bent net dichtbij geweest. Je gaat naar boven toe, je drukt hem in. En hij vindt hem direct, gewoon alle minuten. We hebben het vanmorgen ook gefilmd. Tijdens het volgen van een vogel, dus uit de onscherpte. Ja. Op het moment dat hij die vogel ziet, klapboom, volledig in de scherpte en hij laat hem niet meer los. Ja. En daar is hij echt sneller, beter en zekerder in dan de 1X. Ja. En nu het feit dat hij dan ook zelfs de kop eruit kan halen? Dat deed de 1X ook, maar niet zo feilloos. Nee, niet dus op die die 1X die had dat, ja, ik wil het niet gelijk naar de prehistorie verwijzen, de 1X, want dan gaan we iets te ver, maar... De stap is enorm. Maar goed, ik weet niet hoe jij erin staat. De stap is gewoon heel groot. En hij blijft inderdaad heel goed volgen. Ook als jouw vogel in één keer voor een bosrand gelijks gaat. Dan blijft hij gewoon die focus vasthouden. Niet iedereen zal alleen maar vogels fotograferen. Maar je kan ook eens wat anders hebben. En als onderwerpen elkaar gaan kruisen. Dan heeft de camera heel snel de neiging om dat kruisende onderwerp op te gaan pakken. Ja. Nou, wat ik dan mooi vind, in het menu kan je nog weer instellen van... Hij moet snel schakelen of hij moet juist wat langzamer schakelen, zodat hij juist langer dat onderwerp blijft vasthouden. Ja. En dat soort aanpassingen dan ook nog mogelijkheid zijn, dan kan je dus eigenlijk voor elk onderwerp wat jij fotografeert, kan je natuurlijk helemaal naar je hand zetten. Ja. En dat vind ik echt heel erg, dat vind ik heel goed in die camera. Ja. Ja, want mensen die jou volgen, die kennen jouw foto's. Die kennen ook natuurlijk de foto's van jouw hond die je regelmatig voorbij laat komen. Onze Sam is een bekende Nederlander. Juist. Heb je daar al mee kunnen spelen met die hond of hondachtige detectie, moeten we eigenlijk zeggen? Nou, ik heb met de hond hij is inmiddels 15, dus we hadden rent niet meer. Maar ik heb hem wel even laten rennen om te kijken van, wat doet hij daar nou? Ja. Ik heb dan een Jack Russeltje. Zijn best drukke honden, zoals je weet. Ja. Ja, dat gaat alle kanten op. Maar hij blijft dat keurig volgen en hij blijft die detectie. Blijft hij uitvoeren. En als je hem gewoon op die hoge aantal frames per seconde zet. Ja, nagenoeg elke foto is gewoon scherp. Ja. En dat vind ik, dat is gewoon goed. Ja. Nou, zoals jullie weten, beeldstabilisatie. Daar waren we natuurlijk al. En dat mag je zeggen van jezelf, denk ik. Als je dat al laten zien hebt in de praktijk. Waren we een van de beste in. Dat hebben we nog een stapje verbeterd. Maar we hebben daar ook een nieuwe indicatie bij gezet, Alexander. Dat heb jij gebruikt, begreep ik. Ja, Wat vind je ervan? Ik ben normaal gesproken helemaal niet van de knopjes. Ik haal zo'n ding uit een doos, dat weet Tom ook wel. En dan ga ik ermee fotograferen. En we vragen heel vaak mensen die met ons meegaan van... Ja, maar in het menu. Zeg maar, moet ik bij Tom wezen. Ton is de man van de menus. Ja. Maar ik ben dit keer een keer in het menu gedoken. En ik vond daar iets over inzichtelijk maken van je stabilisatie. En ik druk op dat knopje. Ik zie in één keer een kader. Met inderdaad een horizon, een waterpas. En ik zie hoe mijn beeldstabilisatie functioneert. En je kunt natuurlijk vragen in hoeverre dat nuttig is. Maar op de een of andere manier vind ik dat fijn om te zien hoe stabiel mijn systeem werkt ten opzichte van mijn onderwerp. Ik gebruik hem ook om te kaderen. Dus ik gebruik ook dat vierkantje op de een of andere manier om mijn positie te bepalen ten opzichte van mijn onderwerp. En bij mij zit hij er nou strak in. Maar ik heb een andere collega hier die zegt van ik had dat natuur wel gezien. Dan moet hij er weer uit. Ja. Dus ik denk dat dat iets is wat ieder voor zichzelf wel of niet aan weet. Moet wennen of wat je inderdaad in de praktijk moet zien. Of je dat gaat uitproberen. En als u wil weten waar het zit, moet u bij Alexander wezen. Sensor 20 megapixel. Die discussie hebben we natuurlijk al vaker gehad. Moet dat meer worden? Moet het heel veel meer worden? Nou, het wordt niet meer. We maken die keuze om de snelheid en om het beeldkwaliteit gewoon optimaal te krijgen. Natuurlijk de mogelijkheid tot die 80 megapixel shot. Heel erg versneld. Hebben jullie dat al kunnen gebruiken? Tom misschien met je landschapsfotografie? Nou ja, allereerst maar die megapixels. Hè? Want het is altijd het verhaal van meer megapixels. Ik weet nog dat ik mijn allereerste camera 15 jaar geleden ging kopen. Was 6 megapixel. En toen zei ik van, wat kan ik daarmee? Ja, daar kan je een bushokje mee behangen, zei ze. Dus die megapixels, het is allemaal maar wat. Ja. Maar met name wil je toch die hoge resolutie foto's maken. Ik was onderweg en ik had een heel mooi landschap op Schokland. Ja, dan ga je even die hoge resolutiefoto maken. En als je dan later dat beeld op je computer gaat inzoomen... en je kijkt even naar die grasprietjes die daar dan staan... en je met een mooie goede sluitertijd hebt gedaan. Nou, dat is fantastisch. Dus die hoge resolutie, ik zal dat zeker gebruiken. En ook met name als je later nog eens wat uit zo'n landschap zou willen kroppen... dat je ergens nog detail op wil leggen, werkt dat heel erg goed. Mm-hmm. En vanuit de hand. Ja. Nou, wat ik ook wel mooi vind is dat dat dynamisch bereik is behoorlijk toegenomen. Ja. En als je dan met je hoge resolutie gaat fotograferen, dan weet je helemaal niet meer wat je ziet. Nee, en wat je nog meer helemaal niet ziet, als we dan toch maar over die kleine sensor over ruis hebben. Ja. Doordat die ook nog die 8 beelden over elkaar heen sampelt,
Ja. Ja, je ruisniveau is al gewoon heel goed. Ja. En die, wordt nog lager. Ja, die, die gaat nog weer twee stappen omhoog. Ja, en dat betekent als je daarna nog wat met je schuifjes aan de slag gaat, een klein beetje de schaduwen bij of de hooglichten, roep je ook nog niet weer onnodig ruis op, wat je nog wel eens in nabewerking wilt hebben. Dat maakt het wel heel erg leuk, die hoge resolutiefoto. Absoluut. Ik heb het ook geprobeerd op bewegende beesten, want bij de 1X ging dat redelijk. Bij deze gaat het een heel stuk beter, want hij is gewoon echt sneller. Hij is sneller. Ja. Hij samplet het snel af, hij voegt het snel samen. En ik heb het idee dat hij ook veel beter met beweging omgaat. Ja. Dus als er een boom staat te sweepen, dat was voorheen, kon je dan wel eens een beetje in de takje zien dat hij dat net niet helemaal goed afgestempeld had. Het is nu wat beter en stabieler. Dat ziet er nu echt goed uit. Ja. Ja. Nee, dat zien we ook inderdaad. Die processor maakt echt hele grote stappen. Ja. Die 3 keer sneller, dat komt echt tot recht. Nou, dan pakken we die camera, dan gaan we door de zoeker heen kijken en dan zie je, hey, we gaan een heel stuk omhoog. Nee, we pakken die camera, we gaan door de zoeker heen kijken en dan zie ik een heel ander menu. Wat zie je? Een heel ander menu. Maar een heel ander menu. Daar gaan we het niet over hebben natuurlijk. Hè? Nee. Ja, dat heel ander menu gaan we het zeker over hebben. Maar, je ziet ook wel maar we zijn eerst aan het fotograferen. Vogel in beeld. Als je hier doorheen kijkt, heb je het idee dat je gewoon door glas heen kijkt en dat je het feitelijke beeld ziet. En Ton die liep me daar straks nog uit, want het is Ton, de knopjesman. Die zegt, maar ik kan hem ook nog op een hogere refresh rate zetten. Nou, dan is het helemaal, dan is het gewoon 1-op-1 wat je ziet. Heel vloeiend. Geen vloeiend. En wat ik heel mooi aan de zoeker vind, is dat je voorin in de zoeker de lichte partijen in foto, zag je heel weinig detail in. Ja. Dus als je een heel lichte vogel ging fotograferen, kon je heel moeilijk zien van, heb ik nou wel die details in dat verredek te pakken of niet? En ook daarom dat die resolutie hoger is, en misschien ook wel het bereik in die zoeker, dat weet ik niet. Ja, ziet dat er nog, ziet er heel beter uit. Ja. 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 En voor de mensen die een stap willen maken, die zeggen, maar ik zit nog steeds tegen die elektronische zoeker aan te hangen. Hè. Er is een groep mensen die zeggen, ik moet gewoon nog door een spiegel heen kijken. Nou, dat wordt natuurlijk al steeds minder die keuze. Ja. Maar denk je dat ze nu echt die stap kunnen maken? Ja, kijk, die zoekers die zijn zo goed. Voorheen was het altijd vogeltje was daar. Je drukt op de knop en in werkelijkheid was het vogeltje al daar. Er zat heel veel vertraging in. Maar die vertraging is er niet meer. Sterker nog, dan wat Alexander zegt, in het menu kan je hem nog op een hogere snelheid gaan zetten. Nou, ik denk altijd maar, die elektronische zoeker heeft alleen maar als voordeel van, ga ik onderbelichten, zie ik die foto donkerder worden of ga ik overbelichten, zie ik hem overbelichten. Ja, en wil je daar helemaal niet gebruik van maken, je kan ook de optical viewfinder gebruiken die erin zit. Ja, dan gaat hij niet mee bewegen. Maar ik zeg wel altijd, ik krijg dat heel vaak ook bij mijn workshop, zeggen mensen van zo'n systeemcamera. Ik zeg, geef het nog maar eens tijd, ga maar wennen aan die zoeker. Ja. En als je er een keer aan gewend bent, wil je eigenlijk nooit meer terug naar die glazen zoeken. Nee, want je ziet totaal niet wat je dan doet. En nu wel. Ja. Ja, je hebt altijd inderdaad het live beeld of het beeld zoals je het weer gaat geven gelijk te pakken. Ja. Slecht licht, low light. Ook daar hebben we een hele grote stap gemaakt. We waren toch al redelijk goed met het scherpstellen bij niet zo heel veel licht. Dat is ook nog een stapje naar verder gekomen. Hebben jullie daar al mee kunnen oefenen? Ik heb de afgelopen. Ik heb vooral geprobeerd te focussen op bewegend beeld. Ja. Vooral om te kijken wat de hoge ISO's zouden doen. En vooral ook het focussen. Waar ik vroeger dan nog wel eens kunstmatig moest gaan overbelichten om meer licht te krijgen, zodat hij alsnog ging focussen, kon ik nu in donkere momenten. Zonder te compenseren, gewoon direct focussen. Gewoon zonder enige twijfel. Hup, klaboem, gelijk erop. Ja. Dus dat is echt een substantiële verandering. Dus hij pakt hem ook in low light, pakt hij hem ontzettend snel. Ik ben nog niet naar buiten gegaan vanwege de sterren, want die waren er gewoon niet. Tenminste, ik weet niet of jij sterren hebt gezien de afgelopen dagen. Maar, ik heb veel wolken gezien, mist, regen en natte sneeuw. Alles wind. Winters is. Ja. Winters hebben we allemaal gehad en net maar, niet winters genoeg. Ik verheug me wel zo meteen op de eerste iets wat heldere avond om te kijken wat hij dan gaat doen. Ja. He, want ook dan de camera is weer voorzien van starry autofocus. Ja. Dus ook de sterren kunnen we nog veel makkelijker gaan pakken. Maar ook sowieso in hele donkere omstandigheden. Ja. Hebben studio bijvoorbeeld. Heel veel mensen, heel veel camera's hebben daar wel last mee. En nou, ik heb echt het laatste jaar best wel wat camera's in handen gehad. Sommige camera's hebben ook wel een mogelijkheid om in slecht licht te gaan focussen. Dan moet je dan vaak in het menu aanzetten. En dan leef je in op de snelheid van het focussen. Ja. Nou, dat heb ik hier dan eigenlijk gewoon niet gemerkt. Dus je hoeft niks in het menu daarvoor te doen. Hij doet dat gewoon. Alleen hij blijft gewoon zijn snelheid blijft hij gewoon houden. Ja. En dat is netjes, denk ik. Kijk, mooi zo, mooi zo. Nou hebben we het iedere keer over snelheid. Maar we kunnen natuurlijk ook naar langer toe. Naar trager, naar langere sluitertijd. Nou, vroeger moest je daar een ND-filter voor die camera schroeven. Ooit begonnen met het introduceren van live ND. Nu tot 6 stops langer. Nou, daar hebben we vanmorgen wat mee kunnen proberen. Ja. En Tom? Ja, top. Ja. Voor mij is de grootste winst ten opzichte van de EM1X dat hij nu in plaats van 5 stops, ga je naar 6 stops.
En ja, voor mensen die een stop is, altijd maar een technisch woord, maar een stop is niks anders dan een verdubbeling of halvering van je sluitertijd. Kon je bij een 5 stops bijvoorbeeld tot 10 seconden komen, kan je nu dus dankzij die 6 stops, kan je een keer naar 20 seconden. Ja. Nou ja, vanmorgen hebben we wat trekkende luchten gehad, hè, wat heel snel ging met die harde wind. Maar ook bij water, om het water glad te trekken. En ja, sommige lenzen nemen 714, daar kan helemaal geen ND-filter voor. Ja, kan wel, moet je naar een duur systeem. Maar dan is juist zo'n live ND-filter, werkt gewoon mooi. Ja. En dat je al vanaf voren zelfs kan zien wat het uiteindelijke resultaat wordt. Ik denk wat heel veel mensen vergeten is dat die elektronische ND-filter is natuurlijk lijkt een trucje. En misschien is dat ook wel een elektronisch trucje. Maar ik kan me herinneren dat als ik met de afgelopen weken met een echt ND-filter naar buiten zou moeten, dat ik de hele dag aan het poetsen ben om al die druppeltjes van mijn dingen af te halen. En dan komt in één keer zo'n zonnekap naar voren, waar met name je 40-150 om te even welke lens. Je hebt gewoon geen last meer van regendruppels. Dus je hebt niet achteraf dat als je de foto terug gaat zitten kijken, dat er stofjes op zitten of dat het op de een of andere manier wordt uitgelicht dankzij dat elektronische ND-filter. Dus er zitten veel meer voordelen aan dan alleen maar. En het werkt op elke lens, hè? Het werkt op elke lens. Het werkt altijd, je hebt hem altijd bij je. Ja. Geen gedoe met het omsoeven, filtertje erop, filtertje eraf. Ja. Nou, betrouwbaarheid hadden we het natuurlijk over. IP53, dat is allemaal leuk en aardig. Uiteindelijk gaat het om de praktijk. Nou, jullie zeiden al allebei, het weer was niet... Het was natuurlijk hartstikke mooi weer om te fotograferen, alleen niet al te zonnig. Ja. Hebben jullie daar wat van gemerkt? Heeft die camera... Sowieso heb je wel eens problemen gehad. Laten we eerlijk zijn, Olympus is ook daar al heel lang heel erg goed in. Ik ben een keer met een heel oud systeem, de OMD1 geloof ik, ergens in IJsland in zee verdwenen met een lens. En ik raad niemand aan, maar het feit dat het nu nog beter is als destijds is toch bizar. En dan kun je 100 keer zeggen, ja, heb je er wat aan? Je zal ze de kost geven die van die plastic zakken meenemen en hun camera's helemaal inpakken, omdat ze als te dood zijn om te gaan fotograferen. Ja, daar hebben wij gewoon geen last van. Ja. Ja, ik weet nog natuurlijk de introductie van de EM1X daar ergens langs de Rijn bij Nijmegen. Waar we allemaal stonden met onze Olympus camera. En één iemand die dacht, ik neem een ander merk mee. En die ging onder een boom staan schuibelen. Dus wat dat betreft... Nee, maar jongens, het is gereedschap. En wij moeten er 24 uur per dag, ongeacht het weer, altijd mee kunnen werken. En wat ik nog wel zou willen, jij mag het misschien niet zeggen als Mark, maar ik hoor dat OM Systems ook zegt tot 10 graden onder nul, geen enkel probleem. Van de week kwam er nog zo'n hele discussie op Facebook voorbij. Ja. Joh, we hebben tot 20, 30 graden onder nul met die systemen buiten gewerkt. En ik weet niet of je het mag zeggen, maar ik ben daar niet bang voor om dat ding zowel in de 30 plus of in de 30 min te gebruiken. Kijk, je hebt ervaring, dus dat mag je allemaal zeggen. En natuurlijk in zo'n situatie gaat het erom hoe behandel je de producten. Laat je alles acclimatiseren, zorg je dat je accu warm blijft wanneer het mogelijk is. En dan kun je daar denk ik heel lang mee aan de slag gaan. Precies. Nu we het toch over de batterij hebben. Nou, technisch volgens de SIPA-standaard hebben we het over 520 beelden op één acculading. Wij konden jullie allebei maar met één accu voorzien tijdens het testen. Hebben jullie daar problemen mee ondervonden tijdens het dagen fotograferen? Nou, geestelijk wel. Toen ik hoorde dat ik maar één batterij kreeg, toen sloeg ik natuurlijk gelijk in de tiltmodus van oeps, dat is een half uur, want zo gaat het in de volksmond. Ja. Maar we zijn er de hele dag mee bezig. Ja, en ik vind altijd, je hebt altijd over die SIPA-standaard, hè, want dat wordt allemaal op die manier getest. Mijzelf zegt dat nooit zoveel. Nee. Mij zegt het meer dat ik gisteren de hele dag met die camera op pad ben geweest, op 100% meenemen. Ik was rond 4:30 aan het einde van de dag thuis, gewoon de hele dag lekker gefotografeerd. Ja, en die accu die staat nog rond de 70%. Nou, en die SIPA, als ik nu alleen maar de repeterende stand gebruik, dan schiet je misschien wel 8000 foto's. Ja. Voor mij is het belangrijker, kan ik daar een dag mee doorkomen. Ja. En een tweede accu erbij en je bent gewoon sowieso helemaal klaar. Ja. Dus ja, die accu is gewoon goed. Ik heb er nog 6. Bij de ENX heb ik gewoon 2 bodies en 6 batterijen. En dat is met deze echt ook weer heel anders. En ik heb het idee dat hij bij de functies zoals dat live ND filter, het focus stacken, live composite, dat hij ook minder verbruikt dan dat de EM1X dat deed. Dat weet ik niet zeker of dat ook daadwerkelijk zo is, maar zo lijkt het. Want soms zag je daarbij bij het focus stacken en ook bij het pro-capje, dan zag je die percentages eigenlijk teruglopen. Ja. En dat heb je nu eigenlijk niet. Okay. Dus ik weet niet of dat zo is, maar zo voelt het in ieder geval wel. Ja. Ik begreep wel dat de processor inderdaad sneller en energiezuiniger geworden is. En dat merk je dus ook inderdaad in de praktijk. Ja. Nou hebben we het natuurlijk over batterijcapaciteit. Dan hebben we het ook over filmen. Nou, camera's in het verleden na 29 minuten en 59 seconden hielden ze op met filmen. Ik hoop vandaag niet, want vandaag zijn we heel veel aan het opnemen met de OM1 en met EM1 camera's. En dat wordt gedaan door de jongens van Beeldvoerders. Daniel, misschien kun jij even achter de camera vandaan komen en ons iets meer vertellen over het videogedeelte.
Yes, dat kan ik. Kijk. Hallo. Ja. Nou, ten eerste, dank jullie wel voor de ontvangst hier, voor de setting voor deze dag. Dank je wel. Jullie filmden natuurlijk al eerder met de EM1 Mark III. Wat is je opgevallen aan de OM1? Waar ik heel erg blij mee ben, is je noemt het zelf al, hè, het weghalen van de opnamegrens van 29 minuten en 59 seconden is een ongelooflijk voordeel. Dat is echt, zolang als wij werken met film, werken we met fotocamera's die filmen, of hybride camera's eigenlijk. En dat doen we omdat we fotograferen, filmen, we doen alles van allerlei dingen door elkaar. En fotocamera's die nu worden gemaakt, zijn ook gewoon heel geschikt om mee te filmen. Maar met een grote beperking, namelijk die 29 minuten en 59 seconden. Wat een soort van, ja, naar ik me heb laten vertellen, een belastingachtergrond heeft. Namelijk, als het een fotocamera is, mag het niet langer dan een half uur filmen. Ja. Dus dat dit nu als een soort filmcamera wordt geïntroduceerd, is voor ons een ongelooflijk voordeel. Want op shoots waar we met zoals vandaag 5-6 camera's tegelijkertijd bezig zijn, ben ik dus nu de hele tijd aan het bijhouden op mijn horloge van hoeveel minuten kan ik nog opnemen op kaartjes. En dat verdwijnt. Dat is heerlijk. Dat is echt super. Ja, we hadden niet voldoende OM1's om jullie in alle hoeken een OM1 te kunnen geven op dit moment. Dus we moeten het af en toe nog doen met een EM1 Mark III. Nou waren we natuurlijk al begonnen met die OM-log. Daar maakten jullie gebruik van. Heb je dat nog gezien dat hier anders geworden is? Is dat nog? Nou, het belangrijke is met log, sowieso filmen in log is natuurlijk fijn in de zin dat je houdt wat meer ruimte in je color grading. Hè? Door de logaritmische schaal waarmee je kleuren worden vastgelegd, heb je wat meer ruimte in je schaduwen. Of je schaduwen worden geboost. Hè? Je hebt meer ruimte in je color grading. Dus dat is heel fijn. Mm-hmm. Maar omdat we nu met 10-bit kunnen werken, hebben we gewoon in de H265 codec, hebben we daar nog meer ruimte in. Hebben we nog meer, dan komt dat log echt tot leven. Zeg maar dan biedt het echt grote voordelen. Omdat je meer kleurinformatie hebt, meer beeldinformatie, kun je er ook gewoon meer mee. Kun je er meer aan trekken, zoals wij dat zeggen. Hè? Zoals je met foto's net zo doet. Hè, de vergelijking tussen RAW en log wordt wel eens gemaakt. RAW voor fotografie en log voor film is niet helemaal waar. Er is ook RAW voor film, dat geeft je echt nog meer mogelijkheden. Maar log is een hele grote stap vooruit. En dat komt pas echt, dat komt nog meer tot z'n recht, moet ik zeggen. Door de H265 codec en de 10-bit video. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ja, ja. Want die H265 betekent dat de bestanden iets meer gecomprimeerd worden. Dat mensen niet hele grote bestanden hebben, ondanks dat ze meer informatie hebben. Het is een slimmere codec. Dus je hebt een lagere bitrate, gek genoeg. Hè? Je zou zeggen, een lagere bitrate is minder goed. Maar dat heeft er dus mee te maken dat de camera in feite slimmer is geworden. De codec is slimmer. En er kan dus meer informatie worden vastgelegd in kleinere bestanden. Dus je hebt inderdaad minder grote bestanden. En toch meer kleurinformatie. We hebben ermee gespeeld, zo gezegd. En wat we ermee kunnen doen in color grading, daarvan waren we wel echt enthousiast. Want zolang je netjes belicht, wat natuurlijk altijd de basis is, kun je echt alle kanten op qua color grading. En blijft het allemaal gewoon netjes overeind. Je schaduwen lopen niet weg in het zwart. Je highlights blazen niet uit. Dus dat geeft echt. Color grading is voor ons een heel belangrijk onderdeel. In al onze films maken we daar veel gebruik van, heftig gebruik van ook soms. Ja. En je hebt het ook gewoon nodig, hè? Als je op pad bent en je hebt een wolkenlucht die super mooi is. Het kan best zijn dat dan de ondergrond, de vloer die je filmt, zeg maar, de grond die je filmt. Ja, dat niet per se dezelfde kleuring moet hebben als de lucht. Dus in verschillende laagjes werken en verschillende onderdelen op die manier een eigen color grading geven of een eigen kleurcorrectie. Dat maakt heel veel van onze beelden absoluut tot wat we willen dat ze zijn. Ja, en heb je nog wat gemerkt van de batterijcapaciteit tijdens het filmen? Hè? Ook voor jullie, we hadden maar één batterij, dus ook dat was natuurlijk misschien wel een drempeltje. Ja. Nou was ik altijd al enthousiast hoor, over de batterijcapaciteit. Heel vaak, ik ben een beetje van de voorzichtige aanpak. Ja. En liever te veel spullen bij me dan te weinig. Dus op het moment dat wij op klus zijn, dan ben ik altijd degene die de hele stapel accu's zo in de tas stopt. Van laten we alles maar meenemen, want dan hebben we zeker genoeg. En over het algemeen komen we terug en dan kan de hele stapel accu's weer terug in de tas. Omdat we in het geval van de EM1X met 2 accu's genoeg hadden om te draaien. En ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat we met de OM1 gaan werken, dat gewoon een kwestie zal zijn van 1 accu per camera op een dag en hooguit 2 en dat is het dan wel. Ja. En dat is heel prettig natuurlijk. Je wil niet de hele tijd
bedacht moeten zijn op hebben we wel genoeg, komt het wel uit. Vroeger, lang geleden, maakten we gewoon, kwamen we op een locatie en dan maakten we gewoon eerst een laadstraatje, zoals we dat noemen. Namen we opladers mee, gingen we met een ander cameramerk. Gingen we gewoon daadwerkelijk eerst een laadstraatje maken en dan op het moment dat de accu's leeg waren, konden we gelijk op de lader en dan wees je zeker dat... maar goed, ja, daar zijn we gelukkig al lang voorbij. Het is echt... Het is ideaal. Nee, ik vond het wel mooi dat jij vanmorgen zei, al trekkend aan je rode karretje met de hele voorraad van, dat had ik ook wel thuis kunnen laten. Dus, heel veel van die spullen toch goed gedaan. Ja, we hebben alles gebruikt. Zeker, en de 12 bits, de 444, is dat... Gaat in sommige gevallen absoluut wel een voordeel bieden. Kijk, in onze studio kunnen we werken met greenscreens en nog hogere bitrate, zeg maar. Mm-hmm. Hoe meer informatie je hebt, hoe beter het is. Dat geldt ook vooral voor op het moment dat je werkt met een greenscreen. Dat kun je namelijk een stuk beter, de groene achtergrond kun je een stuk beter wegfilteren als je zoveel mogelijk informatie hebt. Dus het opnemen in een externe recorder, dat biedt vooral in dat soort gecontroleerde omgevingen, biedt dat grote voordelen. Als je alle gelegenheid hebt om de settings helemaal naar je hand te zetten, om het helemaal te maken zoals jij het wil qua licht. En dan heb je ook het voordeel dat je, kijk, op elke camera met zo'n recorder rondsjouwen is natuurlijk ook niet wat je wil. Dus je wilt het liefst in je camera's opnemen. Mm-hmm. Maar dat het kan, dat je in een externe recorder naar die 12-bit toe kan, ja, is natuurlijk super. Nee. Dat is echt heel fijn. Kijk, dus echt een grote stap gemaakt aan de videokant. Ja, zeker. En wat bij mij betreft echt niet onbenoemd mag blijven, is ook de frame rates. Hè? 4K in 50 fps. Ja. Heel fijn, überhaupt. De 50 en 25 fps hier in deze regio natuurlijk een heel belangrijk punt voor ons. Omdat we, een beetje technisch verhaal, maar ja, je krijgt kort gezegd met gedimde LED-verlichting over het algemeen, krijg je knipperingen als je niet kunt filmen op een sluitertijd van een 50ste van een seconde, een 100ste van een seconde enzovoort. Ja. En omdat we tot nu toe met 24 fps werken, zitten we op een soort atypische sluitertijd van een 48ste. En moeten we er altijd een beetje beducht zijn op wat gebeurt er qua knippering in de achtergrond. Ja. Met beeldschermen, met LED-verlichting, met andere verlichting. Nou, dat nu goed is opgelost, daar ben ik heel enthousiast over. Nou, super. Nou, dankjewel. Ik wil je niet weer terugsturen achter je camera, maar ik weet dat je ook dat in de gaten moet houden. Tom en Alexander, jullie hebben natuurlijk al heel veel ervaring met Olympus. Jij privé, stuk zakelijk en natuurlijk een stuk privé. Een van de grote dingen die veranderd is, een van de zaken die veranderd is het menustructuur. Ja. Dat leverde in het begin, zeker toen jullie nog niet helemaal door hadden, wat we aangepast hadden, nog wat strubbelingen op. Hoe denken jullie er ondertussen over? Ik ben er nu wel fan van. Ja. Maar het was in het begin, toen ik die camera aanzette, toen dacht ik wel van, oh nee. En het enige waar ik tegenaan liep is van, ik moet heel veel bladzijdes door, want die camera zit natuurlijk vol met functies. Ja. En dan wil ik naar een bepaalde functie, moet ik al die bladzijdes door. Nou ja, totdat we erachter kwamen, je kan met het voorste draaiwiel kan je door die bladzijdes heen en met het achterste draaiwiel kan je gewoon er doorheen wandelen. Ja. En dat maakt het wel mooi. En wat ik echt goed vind is dat nu, het autofocus heeft een eigen menu gekregen. Maar ook alle speciale features, zoals het live ND filter, het focus stapelen en noem maar op, zit allemaal in één menu. Dus het is logisch. Het is logisch, hè? Ja. Ja. Het is wel even zoeken in het begin, want ja, alle verandering is anders. En met name als je altijd vanaf het begin al met die camera's hebt gewerkt, is het even anders. Maar het is wel echt, ik vind het een verbetering. Nou, dan hebben we natuurlijk ook de mogelijkheid om je eigen My Menu samen te stellen. Hebben jullie daar ervaringen mee? Gebruiken jullie dat? Ton, die is er al helemaal ingedoken. Ik ben er druk mee bezig geweest. Ja. En ik vind het lekker om mijn eigen menu aan te maken, zodat ik, als ik mijn kaart wil formateren, dat ik dat even heel snel kan gaan vinden, dat ik niet door die verschillende bladzijden hoef. En het leuke is, ja, je loopt door die menus heen. En als jij denkt van, nou, een bepaald item wil ik in dat mijn eigen menu hebben. Ja. Ja, dan hoef je eigenlijk alleen maar op de filmknop te drukken, op de record toets. Ja. En dan staat hij er al in. Dus heel makkelijk aan te maken. Ja, het voordeel is inderdaad, je kiest datgene wat voor jou nodig is. Wat vroeger wel eens zeiden, dat je heel veel mogelijkheden hebt, maar niet iedereen gebruikt dat. En ik ben sowieso iemand van, het moet uit de doos komen, het moet werken. Maar ik ga nu in dit soort snelkoppelingen graag gebruiken. Een snelkoppeling heb je op de computer tenslotte ook. Exact. En dat is het hier ook. Hartstikke gaaf. Ja, wat ik zelf heel erg interessant vond, of heel erg makkelijk vond, is natuurlijk die functie. Hè, dus bepaalde functies kun je op een bepaald moment niet gebruiken. Daar kregen we zeker bij onze helpdesk regelmatig belletjes over van, hey, die functie is grijs, die kan ik niet gebruiken. Nou, bij deze camera, op het moment dat je die functie selecteert, geeft die aan waarom je die functie niet kan gebruiken. Hè, dus je bent bijvoorbeeld, je wilt de stekking aanzetten. Hey, werkt niet, waarom niet? Bijvoorbeeld de juiste lens niet op de camera. Dus dat zal ook een hele hoop gezoek
schelen. En het zal zeker voor mensen frustratie schelen. Dat we zeiden van ja, dan moet je maar alles resetten en dan werkt alles weer. Ja. Dat hoeft ook niet meer. Het ging tijdens de workshop zo vaak fout. Hè, dat mensen zeiden, hij doet het niet meer. En dan zei Ton, ja, maar je hebt hem nog manueel staan. Of je hebt hem nog... En dan moeten mensen onthouden wat ze net gedaan hebben. Vervolgens terug naar de basis. Ja, dat heb je niet meer. Nee, dat wordt allemaal uitgelegd. Klopt. We hebben natuurlijk al heel veel punten gehad. Zijn er dingen... Wat is jullie opgevallen? Wat is jou opgevallen, Alexander? Wat hebben we nog vergeten vanuit mijn punt? Wat hebben we nu nog vergeten? Man, we hebben 2 weken dat ding. Ja. En ik ben al 2 weken enthousiast, dus dat is echt wel een dingetje. Met dat ding bedoel je de OM1? Met dat ding bedoel ik de OM System. OM1 System. Ik heb mijn 1X niet eens meer uit de tas gehaald. Dat even vooropgesteld. En waar ik bij de 1X nog wel eens dingetjes had van... Oh, daar moet ik nog even over nadenken of ik daar wel of niet tevreden mee ben. Terwijl ik grosso modo heel tevreden was met die camera. Heb ik hier nog niet 1 keer meegemaakt dat ik dacht van... Nou, dit had misschien nog anders gekund. Of verbeterd kunnen worden. Ik moet zeggen, het zijn maar 2 weken. Hè? Dus we zijn al 2 weken bezig. We doen een heleboel. Morgen ga ik weer een paar dingetjes proberen. Ik ga proberen een impact van een kogel vast te leggen met die camera. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen morgen. En voor de rest, ja, tips en tricks, dingen vergeten. Nee, het is een fijne, kleine, compacte, zeer professionele camera waar we heel veel plezier van gaan hebben. Nou hebben we het natuurlijk de hele tijd gehad over natuurfotografie, over landschap, over vogels. Dan kom ik met een kogel. Kom jij met een kogel? Tom, misschien kun jij nog iets vertellen over avondfotografie. Wat je natuurlijk heel veel doet. Ik doe veel avondfotografie. Ik gebruik heel veel HDR daarvoor. Wat ik nu zo lekker vind is dat HDR bijvoorbeeld, dat is gewoon vanuit de hand te schieten. He, vooral met de HDR is de sluitertijd wat langzamer wordt. Ja, kan je dat toch heel erg mooi gaan doen. En heb je dat statief ook in de meeste gevallen niet meer nodig. Dus ik vind die HDR-functie, ja, dat werkt gewoon goed. En of je dat nu als de echte HDR gebruikt, of je gebruikt de bracketing om die stappen te fotograferen. Ja, dat gaat allemaal hartstikke snel. Maar ik heb wel meer kleine dingen ontdekt dat ik denk van ja, slim. Zou ik zelf niet eens aan gedacht hebben, maar bijvoorbeeld zo'n klikketje wat aan de achterkant hadden zit. Mensen met een OMD, ja, die kennen precies, dat, er zit een 1 en een 2. Ja. Ja. Eigenlijk zat het schakelaartje altijd verkeerd om. Je zit altijd met de duim tussen je zoeken en tussen het schakelaartje. En nu zit hij eigenlijk gelijk aan de goede kant. En dat denk ik van ja, dat is nou toch wel weer mooi. Of bijvoorbeeld de filmtoets. Heel veel mensen filmen bijvoorbeeld niet. Nee. Maar als je in de fotostand zit en je drukt op die filmtoets, ben je gelijk in je high-res modus. Ja. Dus zonder eerst een menu aan te klikken, boom, ben je er gelijk. En dat zijn allemaal van die slimmigheidjes. En geen reserve dingen meer nodig. Ik krijg hem er niet af. Die andere, die tik ik er regelmatig mee. Ik krijg hem er niet af. Je hebt het over het rubber van de zoeker. Het rubbertje van je zoeker. Dat is meestal als je hem in de tas duwt, dan plopt hij er vanaf. Dus ik bestelde altijd een paar extra. Maar deze krijg je er gewoon niet vanaf. Ja, tenminste, je krijgt hem er wel vanaf, maar dan moet je wel... Dan moet je heel erg... Dan moet je echt wel even je best doen. Ja. Ja. Dus ja, dat klopt, is ook een veelgehoorde klacht die volgens mij eeuwig is opgelost. Nou, is het natuurlijk voor, in ieder geval voor mij, ik gebruik de camera, druk de ontspanknop half in, scherp stellen en dan druk ik hem door. Ik weet dat er mensen zijn die dat niet willen gebruiken. Daarvoor hebben we nu natuurlijk die backbutton focus. Nu een dedicated knop. Wat is jullie idee daarover? Ja, ik gebruik het zelf niet. Nee. Maar sommigen, ik weet dat heel veel mensen het heel lekker vinden om die backbutton focus te gebruiken. En backbutton focus, normaal is altijd knop half indrukken, stelt die scherp, doordrukken, maak je foto. En dat kan je loskoppelen. Dus dat je alleen je ontspanknop nog maar gebruikt hè, voor je foto maken. En dat je met een dedicated toets, met een losse toets, gaat scherpstellen. Nou ja, je hebt nu op de achterkant heb je dan die AF on toets. Mm-hmm. Die kan je dus nu dedicated programmeren als zijnde de scherpsteltoets. Ja. Dus werk je heel graag met dat backbutton focus systeem, ja, dan is dat dus nu een losse toets geworden. Ja, dus dat is voor sommige mensen echt wel een hele welkome toevoeging aan de camera. Ja, je moet hem wel even instellen in het menu. Standaard staat hij niet aan. Maar dan heb je in ieder geval ook voor de mensen die van die functie heel graag gebruik maken, knop om dat soort dingetjes gelijk in te stellen. Ja. Maar je kan ook nog steeds iedere knop in het menu aanpassen zoals je hem hebt willen. Ja, dus je kunt heel veel knoppen aanpassen in het menu. Dat hebben we inderdaad al heel lang. En op het moment dat jij zegt van ik wil deze knop speciaal voor een bepaalde functie programmeren, zowel op de camera als op de lens, dan zit die functie er natuurlijk in. Andere dingen waarvan je zegt dat is, dat had je moeten zeggen. Ik heb nog één ding en dat heeft te maken met firmware updates. Ja. We hebben het heel vaak over firmware. Nee, dat vinden mensen vaak toch wat lastig, want dan moet er zo'n kabeltje in de computer en dat soort dingen. Nu is er een nieuwe update van Olympus ImageShare, OM ImageShare. En daarmee kan je straks dus schijnbaar ook wifi draadloos via een rechtstreekse verbinding, zonder dat je kabels nog hebt, die firmware van je body gaan updaten.
En dat maakt de stap voor het updaten, wat je af en toe gewoon eens moet gaan doen, maakt die stap veel kleiner. Ja. Dus dat is mooi. Ja. Ja. En dan moet je misschien ook nog even vertellen dat het pakket zelf is aangepast. Oh, vertel jij dat eens. Nou, dat wat jij van de week al zei, dat het Olympus ImageShare en het Workspace programma nu ook zo is aangepast dat ook daarin de ruisonderdrukking, voor zover je hem nog zou willen gebruiken, buitengewoon goed werkt. Ja, klopt. En zelfs op basis van artificiële intelligentie, zoals dat heet. Ja. Hè? Dus ook dat computationele systeem werkt heel goed. Indruk op de knap en weg ruis. Ja. Nou, gaat goed. Ja, ook voor oude systemen. Ja, want heb je bij het nieuwe niet meer nodig, maar bij die oude systemen werkt dat helemaal vlekkeloos. Ja. Een nieuwe introductie van een nieuwe camera en twee nieuwe lenzen betekent inderdaad altijd nieuwe Olympus ImageShare, nieuwe Olympus Workspace, nieuwe Olympus Capture software, allemaal te downloaden van onze site en natuurlijk voor u als Olympus gebruiker kosteloos te gebruiken, waarbij we dus ook echt de bewerking een hele stap kunnen verbeteren. Andere punten? Nee, joh, ja, ik denk dat we de aankomende weken alleen maar steeds blijer gaan worden. Ik ga nog een paar leuke trips doen, dus we gaan het zien. Daniel, achter de camera nog dingen die je zegt, dat is echt briljant. Nou ja, weer een kleinere body, wat Alexander zei. Ik zal er even bij komen zitten. Kijk, gezellig. Ja, weer een, wat Alexander al zei, hè, weer een kleinere body, weer terug, een stapje terug in draagbaarheid. Hè, dat hele idee achter ook een MFT-systeem natuurlijk. Hè, klein, draagbaar, kleine lenzen, reisfotografie, natuurfotografie. Ja, met de hoeveelheid spullen die wij meeslepen op een dag, jullie hebben dat gezien, ben ik heel blij met steeds kleinere camera's. En ze kunnen steeds meer, ze worden steeds kleiner. Ik ben daar echt blij mee dat die kant op ontwikkelt. Kijk, goed zo, goed zo. Nou, ondertussen vandaag is dus de officiële introductie. Nou, vanmorgen het moment. Daarna hebben jullie natuurlijk allemaal foto's, video's en weet ik veel allemaal geüpload. Heel graag zou ik nu zeggen, en wat waren de resultaten? Maar ja, dat weten we natuurlijk nog steeds niet, wat de reacties zijn. Dat kunt u thuis nu allemaal gaan bekijken. Hè, op de Instagram en de social media van onze visionaries. Ambassadeurs. Ja, ambassadeurs. Ja, een nieuwe naam. Even wennen. Ambassadeurs. Ja, dus volg Alexander, volg Tom, volg de jongens van Beeldvoerders om alles in de gaten te houden. Volg natuurlijk OM Digital Solutions op Instagram. Ik dank jullie voor jullie tijd, voor jullie inzet de afgelopen weken. De kou opzoeken, nat regenen, alles maar vroeg opstaan, wind, om toch alles uit die camera te halen. Je zou bijna denken dat we natuurfotografen zijn, Mark. Ja, ik geloof het helemaal. Dat is, hij doet net voorkomen alsof we alleen met mooi weer naar buiten gaan. Hè? Maar het is niet waar. Nee, niet. Niet dat heeft wel mijn voorkeur. Dus liever met mooi weer. Maar ja, dit hoort er ook bij. Maar het was leuk. Ja. Kijk, en weer vereerd dat we het mochten doen. Absoluut. Ja. Toch? Nou, ja. Het meer als verdiend de afgelopen jaren. Nou, Daniel en Beeldvoerders, dank voor het maken van deze video. Het helpen bij de video-ondersteuning. U thuis, tot nu toe bedankt voor het kijken. Schakel niet gelijk uit. We gaan nu naar een setting toe waarbij we uw vragen gaan beantwoorden. Vragen en antwoorden beantwoorden, dat is lastig. Uw vragen gaan beantwoorden. Dat kan in de chat, dat kan naar Tom, dat kan naar Alexander. Op allerlei gebied heeft u technische vragen, dan mag u bij mij terecht. En ja, we zullen de komende tijd nog diverse online en hopelijk ook offline dingetjes gaan organiseren om deze camera ook bij u onder de aandacht te brengen. Hou daarvoor onze website en onze social media in de gaten. En dan hopelijk zien we u zometeen aan de andere kant live. Dank u wel. Dank je wel, Alex. Dank je wel, Tom. Graag gedaan. Dank je wel, Daniel. Graag gedaan. Fijn dat jullie er waren. Graag gedaan.
Goedenavond. Mark, je hebt geen geluid, geloof ik. Dus mensen horen je niet. Dus je moet even je geluid aanzetten. Kijk, nu wel. Ja, dit is beter. We kunnen je horen. Ik hoop dat iedereen mij ook kan horen. Goedenavond vanuit Zwolle. Ja. Hey, dan ga ik eventjes opnieuw beginnen. Ik ga je niet wegklikken hoor, Tom. Dus bedankt voor het kijken naar de video, naar het eerste gedeelte van deze livestream. Zoals ik al aangegeven had, hebben we deze video wat eerder opgenomen. En dat hebben we gedaan omdat we natuurlijk in deze tijd zitten van ja, kan iedereen wel? Is alles veilig? Nou, blijkt dat we het goed van ons was dat we het opgenomen hebben, want Alexander kan vanavond helaas niet aanwezig zijn. Alexander ligt, zoals veel mensen in Nederland, ziek in bed. Hij vond het heel jammer dat hij er vanavond niet bij kan zijn, maar zat er nu helemaal niet in voor hem deze avond. En daarom hebben wij Tom, die is er natuurlijk wel, bereid gevonden om al uw vragen en uw opmerkingen en uw comments te beantwoorden. Waar mogelijk ga ik dat zeker ook doen. Een hele verzameling vragen opgeschreven, maar misschien dat Tom eerst nog zelf iets heeft waarvan hij zegt van hey, daar wil ik even over mee praten. Nou, ik heb het eerste wat ik even zeker wil weten is dat ik hoorbaar ben. Dus misschien kan iemand in de chat ook even roepen van ja, ben je er of ben ik er? Ben ik hoorbaar? Ik wel geluid van beide heren. Ah, goed zo. Dan ligt het niet meer aan onze kant. Hier draait alles. Bij mij staan de metertjes ook allemaal goed. Ik heb lekker net meegekeken naar de film die we natuurlijk 2 weken geleden hebben opgenomen. Daar heb ik wel van genoten. En ook alles wat daarin genoemd is, ja, dat onderschrijf ik nog wel steeds, wat zowel Alexander als ik gezegd heb. Voor de rest heb ik niet gekeken naar de chat. Dus voor mij is het lekker de vragen die daar komen. Ik hoop dat jullie ze meegeschreven hebben en dat de mensen nog vragen gaan stellen. Dus wat mij betreft, kom maar op. En ik hoop dat ik vragen allemaal kan beantwoorden. Het is nogmaals ja, jammer dat Alexander er niet bij is. Hij is echt heel erg ziek. Dus we wensen hem vanuit hier beterschap. Hij zal wel weer opkrabbelen, denk ik. En zal later nog wel een keer zeker veel van zich laten horen. Hij heeft zich vandaag op socials allemaal wel lekker laten zien. Maar helaas is hij ziek. Dus 1 ambassadeur. Dus ik probeer alle vragen te beantwoorden vanavond. Leuk. Ja. Super. Nou, ik heb heel veel vragen genoteerd of laten noteren. Ingrid die zit ook in de chat, die houdt de chat in de gaten. En ondertussen ga ik even naar de vragen kijken. Die staan op het beeldscherm hier naast me, dus daarom kijk ik af en toe naar wat opzij. Vraag 1, die had ik al een klein stukje beantwoord, maar we zijn 2 stops omhoog gegaan door beeldstabilisatie of puur op de sensor. Nou, dat had jij al gemeten, dat kwam echt door de sensor. Ik kan het, ik heb vandaag ook al op Facebook, heb ik daar ook al met iemand wat contact over gehad. En die vroeg van, ja, komt nou die ruisprestatie, komt het dan nu alleen doordat die JPEG-machine het 1 keer zo goed doet? Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de RAW-files? Nou, in het filmpje heb je kunnen zien toen we dat opgenomen hebben, dat we die RAW-files nog helemaal niet konden openen. Nou, van de week schetste mijn verbazing. Na een Lightroom-update en na de Photoshop-update kon ik in 1 keer die files gaan openen. Dus toen kon ik er echt mee aan de slag. En het verhaal blijft gewoon overeind. Ik heb mijn EM1 Mark III, mijn EM1X en de nieuwe OM1 naast elkaar gezet. Gewoon bij mij in de keuken. In het duister 's avonds foto's gemaakt op een hoge ISO. En je ziet gewoon dat de nieuwe camera, de OM1, gewoon betere ruisprestaties kent. En dat is sowieso 1 stop, maar ik neig naar 2 stops. Het ziet er echt heel erg goed uit. Dus dat komt niet uit de beeldstabilisatie. Dus ook voor de mensen die met snelle sluitertijden moeten gaan werken, die gaan daar echt een sprong in maken. Dat ga je absoluut zien. Kijk, nou, tweede vraag. Hoe vertaalt die 8 stops IBIS zich naar de praktijk? Kunnen we voorbeelden noemen? Voorbeelden natuurlijk veel langer uit de hand kunnen fotograferen. Ja, en dat lijkt allemaal bij ons, zoals het nog Olympus was of zoals het nu OM System is, lijkt dat allemaal zo vanzelfsprekend. Mensen die mij kennen weten ook dat ik de laatste 3 jaar met Fujifilm heb gefotografeerd, met Sony heb gefotografeerd, met Nikon heb gefotografeerd. Allemaal bewuste keuzes om vergelijkingen te kunnen maken tussen verschillende camera's. Maar ik vind nu, als ik mijn 100-400 lens op mijn camera heb zitten, omgerekend 800 mm. En je kan dan nog, echt een tiende van een seconde een haarscherp beeld schieten, dan doet die in-body image stabilizer doet het dan gewoon heel goed.
ga je naar groothoeklenzen toe, naar je 8,25 of je 7,14, ja, dan zijn dus gewoon seconden vanuit de hand zijn dus mogelijk. En ja, ik ben iemand die echt een hekel heeft aan een statief. Ik laat hem niet thuis. Als het echt nodig is, neem ik hem echt wel mee. Maar als het niet nodig is, ja, heb ik hem liever niet mee. Dus je kan die beeldstabilisatie, ja, dat is echt wel uniek. En dat vind je ook niet in andere camera's terug. Je ziet wel in andere camera's, hè, vijfassige systemen. Maar meestal houdt het dan bij 4 stops, 5 stops, wat nog steeds goede prestaties zijn, houdt het vaak wel op. Maar dat wij nu naar die 7 en 8 stops gaan, ja, dat is echt bizar. Dus je kan echt met je groothoeklenzen kan je gewoon seconden vanuit de hand fotograferen. Ja, en die komt dan gelijk terug van iemand die die vraag gewoon had moeten weten. Hè? Hoeveel seconden kun je uit de hand fotograferen? Als iemand dat had kunnen proberen, dan was dat Jannes wel de afgelopen jaren. Dus die vraag die kan hij zichzelf wel beantwoorden. Ja, maar zoals Tom al zegt, seconden uit de hand en je ziet foto's, nou, op het internet. Wat ik daar wel op in wil haken, want dat is altijd een beetje de vraag die gesteld wordt van ja, hoeveel seconden kan ik dan uit de hand? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een vrij onzinnige vraag, want met een 100-400 lens op 400 mm kan ik minder lang uit de hand fotograferen dan dat ik dat met een 12 mm groothoek kan. Maar voor mensen, het woordje stops, dat is vaak heel erg lastig. Maar een stop is niks anders dan de verdubbeling of halvering van je sluitertijd. Dus zou je normaal gesproken, ja, nog een 50ste seconde zonder beeldstabilisatie kunnen, zou je dus met 8 stops 8 keer die sluitertijd kunnen verlengen. En dat is natuurlijk gigantisch. Dus dat zijn kenmerken wat je gewoon nergens terugvindt. Dus het aantal seconden om dat echt als een vast iets te noemen is altijd afhankelijk van je lens. Maar dat je 8 keer je sluitertijd langer kunt gaan gebruiken zonder in te leveren op wat dan ook, dat is gewoon uniek en dat is gewoon heel goed. Ja, kijk. Nou, hoe staat deze camera in verhouding tot de EM1X als vervanger van de EM1 Mark III? Nou ja, misschien dat ik die vraag een klein stuk kan beantwoorden. De camera is, ja, natuurlijk de nieuwste techniek. Hè? De EM1X is ondertussen 3 jaar oud, of 3 jaar geleden geïntroduceerd, EM1 Mark III. Ook al een paar jaar geleden. Dus we hebben echt hele grote stappen gemaakt. De sensor is helemaal vernieuwd. Dat waren altijd iedere keer kleine stapjes. Nu hebben we gekozen voor een hele nieuwe techniek. Hele nieuwe sensor. Nieuwe elektronica eronder. Nieuwe opbouw van de sensor. Nieuwe laag eronder. Hele nieuwe processor. Dus je kunt eigenlijk heel eerlijk zeggen dat de camera boven de EM1X staat op heel veel gebied. Het grote voordeel van de EM1X is natuurlijk zijn grotere grip. Die grip die eronder zit, het feit dat daar 2 accu's in zitten en het feit dat de EM1X op 1 acculading of 2 acculadingen eigenlijk meer foto's kan maken als de OM1 zometeen kan doen of als de EM1 Mark III ook kon doen, omdat die camera beter zijn warmte nog weer kwijt kan. Eigenlijk het enige, ja, voordeel, heel simpel gezegd, van de EM1X is nog dus het iets grotere ontwerp en de langere batterijcapaciteit. Nou, wat is het effect van de 1-stop dynamisch bereik? Heb ik getest, ben ik van de week ook nog weer mee bezig geweest. En dat laat zich nu pas echt zien, nu ik dus ook voor het eerst die RAW-files kan openen, die OR-files. Wat ik erg met landschappen heb, en heeft iedereen die landschappen doet, is dat je toch in je nabewerking af en toe die hooglichten en die schaduwen, dat je daarmee aan de slag wilt. En ja, 1 stop extra, dat geeft toch net die mogelijkheid om iets meer die details in die hooglicht of in die schaduwen naar voren te laten krijgen. Dus ik ben met die 1 stop, want ja, met die kleine sensor liepen we nooit voorop qua dynamisch bereik. Maar we hebben nu wel weer een belangrijke stap gezet met die extra stop. Dus het aantal stappen tussen licht en donker, ja, is eigenlijk nog weer groter geworden. Waarmee je gewoon in 1 foto... toch die lichtere luchten en die donkere voorgrond, ja, volledig wel, ja, alle details kunt laten zien. En met name nu dus die roos kunt openen en je kan met je schuiven aan de slag, komt dat dynamisch bereik goed naar voren, moet ik zeggen. Camera aan de powerbank. Hoe werkt dit met lagere temperaturen? Goeie vraag, ik heb geen idee. Jij misschien, Mark? Niet helemaal. Ik heb hem nog niet heel veel kunnen gebruiken. Ik heb de camera natuurlijk al, zei ik vanmorgen, al een paar weken in mijn bezit. Maar hij is heel veel tijd weg geweest. Maar nee, het mooie aan deze camera, deze techniek nu, is dat met een PD powerbank de camera gebruikt kan worden terwijl die aan de powerbank zit.
Dus je hoeft niet te wachten van, hé, mijn accu is opgeladen of mijn accu is leeg. Ik ga wachten met fotograferen, ik ga hem nu weer opladen. Nee, je sluit hem aan op je powerbank en je kunt weer door blijven gaan met fotograferen. En natuurlijk, en ik zag net een heel verhaal voorbij komen, staat en valt alles met de omgevingstemperatuur, wind, hoogte, al dat soort dingetjes. Maar in principe is de camera gewoon goed te gebruiken met een powerbank. Ook bij koud weer en bij koudere temperaturen. De volgende. Ruis is een reden om naar full frame over te stappen. Getoonde foto's bij verlicht. Hoe is het resultaat bij nachtfotografie? Sterrenhemel / aurora. Ik weet niet of je die al gezien hebt. Nou, ik heb nog geen nachtfotografie kunnen doen. Dat is heel simpel. Maar wat je wel in ieder geval over het algemeen... Dat is altijd die vergelijking tussen de kleine sensor en full frame. Kijk je naar full frame. Ja, die sensor is gewoon 4 keer zo groot. Dus dan mag je verwachten dat je met eenzelfde resolutie... daar dan betere ruisprestaties in hebt. Wat ik altijd wel meegeef... De ruisprestaties die nu de OM1 heeft, maar ook de voorgaande modellen, dat was eigenlijk best wel goed. Alleen waar gaat het vaak fout? Dat is dat wij niet goed fotograferen. Als je niet goed belicht en je gaat na die tijd nog ja, die foto oplichten in je nabewerking, dan roep je vaak die onnodige ruis eigenlijk op. Ik heb daar heel vaak wel eens een stuk over geschreven. Je zou beter iets kunnen overbelichten en dan eigenlijk alles terugtrekken, zodat je eigenlijk de ruis kwijt bent. Maar ik kan niet zeggen dat je nu extreem veel ruis hebt bij nachtbelichtingen. Want het is heel simpel, ook als je 's nachts gewoon goed belicht en je hoeft na die tijd niet met allerlei schuiven nog onnodig dingen op te gaan trekken, hou je die ruis gewoon ontzettend goed onder controle. Ik hoop zelf nog die avondfotografie of die avond die sterrenhemels nog eens te gaan fotograferen. Maar de laatste tijd is het gewoon vrij bewolkt. Dus dat is niet echt kunnen doen. Maar met de ruisprestatie die ik überhaupt nu heb gezien. Ja, die 2 stops extra. Ja, dat geeft natuurlijk alleen maar weer extra mogelijkheden. Ook voor die nachtopnames. Dus ik zie daar denk ik niet zo'n heel groot probleem in. Ook gewoon een kwestie van uitproberen. Lekker nou, dat is testen. Natuurlijk altijd wel een kwestie van uitproberen. Ik heb gisteravond, kwam de maanden nog even door. Dat heb ik dan ook even gefotografeerd. Daar kan je het vaak ook wel behoorlijk in zien. Want dan ben ik bewust ook wat met die ISO omhoog gegaan. Maar dat gaat gewoon hartstikke goed. En we kunnen 30 camera's naast elkaar kan je gaan vergelijken. En dan zal elke camera zal wel een andere ruisprestatie hebben dan. Alleen als ik nu kijk naar de snelheid van de OM1. Het dynamisch bereik. En hè, die 2 stops extra in die ruisprestaties, die dus ook in de RAW-bestanden gewoon goed naar voren komen. Ja, dan denk ik dat er een hele grote stap is gemaakt en dat je gewoon fantastische foto's kan schieten met deze camera. Ja, ik zei al net, uitproberen. De volgende 2 vragen gaan over uitproberen. Komt de camera beschikbaar voor testen? En wauw, wanneer is de camera te testen? De camera's die liggen vanaf waarschijnlijk einde van de eerste week van maart in de winkel. Maar ja, in deze tijd van schaarste op heel veel gebied zal dat niet in hele grote aantallen zijn in het begin. En dat is ook een reden dat we niet vanaf het begin al de camera beschikbaar zullen hebben voor testen en wauw. We zijn wel bezig om wat evenementjes te organiseren. Om u de camera in ieder geval even een tijdje in de hand te kunnen houden. Houd daarvoor onder andere onze social media in de gaten. Daar zijn we natuurlijk afhankelijk van wat er mag en wat er kan. Waar mensen zich veilig bij voelen. Dus daar wordt aan gewerkt. Dus hou onze site, onze social media in de gaten. Hou onze dealers in de gaten die van allerlei events aan het opzetten zijn. Het zijn klein, het zijn groot. Dus daar wordt aan gewerkt. Iets te melden over portretfotografie. Wat gaan we daarover melden? Ja, dat vraag ik me ook af. Ineke Vaassen, die wil heel graag weten, is er nog iets te melden over portretfotografie? En ik zag, je had je hond weer geportretteerd. Hè? Volgens mij je dochter ook, maar ik weet niet of dat al met de OM1 was. Ik heb mijn dochter zeker van de week geportretteerd met de OM1. Alleen die foto's heb ik nog niet online gezet, want dat mocht nog niet. Dus dat komt er wel aan. Ja, over portretfotografie, niks anders dan de andere camera's. Dat blijft allemaal prima. Je hebt de gezichtsherkenning met de oogdetectie, wat allemaal weer een stukje verbetert. En dankzij de nieuwe processor wat sneller is geworden. Nou, heel veel mensen die portretfotografie doen, die gebruiken dat misschien niet. Die werken gewoon met het enkelvoudige scherpstelpunt. Maar niet hele specifieke nieuwe functies aangaande
portretfotografie. Dus daar zal je niet de grootste dingen terugvinden die je nodig hebt in deze camera. Want snelheid en dat soort toestanden, ja, dat zal je toch meer voor natuurfotografie, voor macrofotografie en dat soort dingen gaan nodig hebben. Of voor sport bijvoorbeeld. Ja, ja. En daar ligt natuurlijk ook een beetje, eigenlijk moet ik niet zeggen een beetje, daar ligt onze focus natuurlijk. Dat ligt op de mensen die naar buiten toe gaan. Een compact systeem, niet te veel spullen meezuilen, maar toch altijd het optimale resultaat kunnen bereiken. Dus ja, geschikt voor portretfotografie, alleen daar ligt de focus niet op. Wat we wel gedaan hebben en wat we verbeterd hebben door onder andere de nieuwe processor, is de gezichtsherkenning. Ja, dat hadden we altijd al, gezichtsherkenning met oogdetectie. En dan kon je kiezen voor het linker oog, voor het rechter oog, voor het meest dichtbij je oog. Die is nog een stukje nauwkeurig geworden met nu ook een detectievakje om het oog heen. Dus je nog beter kunt zien dat die echt scherp heeft gesteld op het oog. Ja. Wordt bij ProCapture het onderwerp in focus gehouden? En dan een vlinder of een vogel, vraagt iemand hier specifiek. Nou ja, dat is een beetje de keuze hoe je hem natuurlijk instelt. Je kan het ProCapture gebruiken met de single autofocus en met de continu autofocus. Dus dat is de keuze die je daar geeft. Ik heb zelf ProCapture nog niet gebruikt. ProCapture is ontzettend snel op dit moment. Je kan het zelfs met 120 frames per seconde gebruiken. Dus het is ongekend wat het systeem kan op dit moment. Ik ben heel erg met name bij mijn vogelfotografie en dat soort onderwerpen wel heel erg van ja, het onderwerp kennen en anticiperen. Maar je kan uiteraard in je camera kiezen of die dat onderwerp wel moet blijven focussen of dat hij dat eenmalig moet doen. Dus dat is gewoon een instelling die je gewoon kan kiezen. Verbeterpunten ten aanzien van de EM1X. Volgens mij hebben we er heel veel genoemd. Maar de belangrijkste, of ja, er is heel veel genoemd, maar wat ik daar absoluut in toe wil voegen, is de verbetering van de zoeker. Ik denk dat de EM1X voor het vlaggenschipmodel zoals die er stond, qua zoeker achterliep op de concurrentie. En dat je nu met de OM1 zoeker ver voorloopt. En dat zie je met name de hoge resolutie die er in de zoeker zit. Nou, dat vind ik nog niet eens het allerbelangrijkste, maar met name het dynamisch bereik van die zoeker. Ik zie veel meer, met name in de lichte delen van de foto. Voorheen leek dat wel of die geen detail meer zat, of dat zelfs die zoeker aan het uitbijten was. Dus het was wat moeilijker je compositie en je belichting bepalen met behulp van die zoeker. Nou, die zoeker die is nu dusdanig verbeterd, dat je veel en veel meer detail ziet. En dat vind ik echt nog wel een punt wat genoemd mag worden ten opzichte van zowel de EM1X als de EM1 Mark III. Losstaand van de snelheid, het dynamisch bereik en ruisverbeteringen. Maar met name ook die zoeker is toch echt wel een belangrijk onderdeel. En hij is blackout free, hè? Dus je kan ook gewoon lekker snel schieten en je kan je onderwerp perfect blijven zien. En ook dat is waar heel veel merken mee schermen, maar wat nog lang niet alle merken voor elkaar hebben. Maar wat gewoon in deze camera gewoon ja, zonder onderbreking je vogel blijven volgen, maar toch in die snelle repeterende stand die foto's kunnen schieten. Ja, ja, het is nu inderdaad een OLED-zoeker, 5,76 miljoen pixels. Dus veel meer als dat we in de voorgaande camera's hadden. Ook in het LCD-scherm hebben we het aantal pixels verhoogd. Daar gaan we van iets meer als 1 miljoen naar 1,7 miljoen. Dus daar ook meer detaillering en meer informatie te zien. Zoekerbeeld is trouwens net zo groot als de EM1X. Ja. Is ISO 200 nog de standaard? En wat gebeurt er als je naar low ISO gaat in kwaliteit? Nou, de ISO 200 is nog steeds de standaard. En dat is ook de beste kwaliteit qua foto. Ik geef in mijn trainingen voor Olympus ook altijd aan ISO 200. Dat is jouw beste standaard voor je beste dynamisch bereik. De ISO low die je hebt. En ook de extended ISO naar de bovenkant. Die gebruik je over het algemeen in noodgevallen. En voor heel veel mensen denken van ja, ISO low in noodgevallen, hoe dan? Nou, dat is puur als je met een heel lichtsterk objectief werkt en je hebt veel zon en je kan met een 8000ste van een sluitertijd nog steeds die belichting niet onder controle krijgen, dan kan je naar die ISO low. Alleen het nadeel van de ISO low is altijd een klein beetje inboeten op dynamisch bereik. Dat is minuscuul, maar het verschil is er. Dus je kan beter een landschapsfoto op ISO 200 maken dan op die ISO low. Dus ISO 200 is nog steeds de standaard waar Olympus inderdaad, of waar OM System, OM1, nog steeds mee werkt. Zeker.
Ja, het blijft lastig natuurlijk. Hè? Het blijft naam, moeilijk. OM System, er staat gewoon heel groot Olympus op de voorkant van de camera. Er staat ook OM System op, dus allebei aanwezig. Nou, het gewicht van de camera, heb je het onthouden, Tom? Wat was het gewicht? 599 gram inclusief accu en SD-kaartje. Kijk, je hebt goed zitten opletten. Iedereen heeft het over 519 gram. Maar dat is natuurlijk zonder accu. En zonder accu heb je er niet zo heel veel aan. Nee, wat is belangrijk? Hij is 19 gram zwaarder geworden als de OM1 Mark III. Kijk, voor mij gewicht bijna gelijk. Kijk, gewicht is altijd één, hè? Want we hebben het over licht en compact en dat soort dingen. Maar voor mij is ook hoe ligt die camera in de hand. En ik heb het in het filmpje ook gezegd, die grip is wat anders, waardoor die veel lekker in balans ligt. Dus ook met een wat langere lens, de 100-400 die ik veel gebruik, je knijpt gewoon veel minder. Nou, mensen met echt hele grote handen, die zeggen toch van, nou, het is me toch nog te compact. Ja, gelukkig heb je daar nog een battery grip beschikbaar. Dus je kan dat altijd naar je eigen hand zetten natuurlijk. Maar in basis, hij mag dan 10 gram lichter of zwaarder. Ja, als die maar lekker vasthoudt, denk ik. En dat zit gewoon echt heel erg fijn met deze grip. Ja, er zijn een paar inderdaad kleine dingetjes veranderd. De camera is, daar hebben we het over kleine dingetjes, 7 mm dikker. Maar die 7 mm die merk je wel heel erg in de grip. Je ziet dat het randje voor het draaiwieltje is vergroot, waardoor je makkelijker inderdaad je vinger kunt zetten. Hetzelfde geldt aan de achterzijde van de camera. Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar die er wel voor zorgen dat die camera inderdaad nog fijner en nog makkelijker in de hand ligt. Komen er nog firmware updates voor de oude Olympus camera nu we de OM1 hebben geïntroduceerd? Zal gebeuren als het nodig is. En als het nodig is, dat betekent bijvoorbeeld als er nieuwe objectieven worden geïntroduceerd waarvoor de camera nieuwe informatie moet hebben. Of als er problemen natuurlijk naar boven toe komen. Wij proberen zo min mogelijk firmware updates te doen. Want iedere firmware update loopt natuurlijk altijd een klein risicootje. Dat mocht u de accu niet helemaal vol hebben, mocht de verbinding wegvallen. Een kans is dat de software van de camera vastloopt en dat die opgestuurd moet worden voor een servicebeurt. Dus we proberen dat zo min mogelijk, maar als het nodig is, blijven we dat zeker doen. Ik ben door mijn vragen heen van het eerste stuk. Ik ga Ingrid even vragen. En die gooi ik dan even bij in de stream. Kijk, daar is ze al. Hallo. Of er nog andere vragen zijn. Ja, ik heb er nog wel een zwikkie. Even kijken hoor. Dat was eigenlijk een vraag die specifiek aan Alexander werd gesteld. Maar ik denk dat Tom dat ook wel kan beantwoorden. De 150-400 is prima in balans met de 1X. Hoe voelt dat met deze camera? Ja, dat zit je een beetje hetzelfde als wat ik met mijn 100-400 heb. Hè? En de 150-400 is nog net een zwikkie langer als het ware. Ik heb het zelf niet in handen gehad. We hebben vorige week tijdens het filmen heb ik wel even Alex zijn camera in handen en het voelt wel goed. Alleen als dat perfect voor jou voelt in balans met die EM1X, ja, dan zou ik zeggen van zet dan die battery grip er nog onder als je diezelfde feeling wilt hebben. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik daarover kan zeggen. Ik heb daar niet veelvuldig mee gefotografeerd, want mijn lens is de 100-400 waar ik eigenlijk het meeste mee doe. Maar ja, dat voelt wel heel erg goed. Maar ja, kom je toch grip tekort? Dat kan natuurlijk prima. Als je grote handen hebt, dan zou je gewoon die battery grip erbij moeten hebben. Oké. Dan de volgende. Hoe is de snelheid van Workspace? Hebben we daar ervaring mee? Ja, daar heb ik ervaring mee. Ik heb natuurlijk toen de OM1 geleverd werd, kreeg ik dezelfde avond van Mark kreeg ik een linkje. Daar kon ik de testsoftware gaan uitproberen. OM Workspace is nooit het snelste programma geweest. Over sommige dingen moet je gewoon eerlijk zijn. En dus dat is nooit het snelste programma geweest. Ik heb wel het idee dat het programma wel gestroomlijnd loopt. En ik draai het op een M1 processor, op een Mac. Daar is het probleem mee dat het niet altijd goed gaat met alle software. Dus mijn M1 heeft nog wel een klein beetje last ermee. Maar ik verwacht dat het op de gemiddelde computer, op een Windows-machine, dat het gewoon prima draait. Wat ik wel wil zeggen over dat OM Workspace. Het is fantastisch dat er nu een ruisonderdrukkingssysteem in zit, wat gebaseerd is op AI, artificiële intelligentie. Je kan straks met één druk op de knop, kan je die ruis
met één druk weghalen. En dat is met name handig als je nog met de oudere modellen werkt, want daar zal het ook gewoon op gaan werken. Dus OM Workspace is een prima programma. Er zijn echt nog wel wat wensen, hè, zoals het lokaal bewerken, wat bijvoorbeeld in het programma niet kan. Maar als basis bewerkingsprogramma voldoet het eigenlijk prima. En het is gratis te gebruiken, dus iedereen die een Olympus camera of een OM System camera heeft, kan er gewoon mee aan de slag. Oké, dankjewel. Er was een vraag, komt de camera met ingebouwde GPS? Maar ik had volgens mij al een antwoord gezien dat dat niet mogelijk of dat niet komt. Nee, je zag het op de rumor site, zag je dat inderdaad, dat er GPS in zou zitten. Alleen wat daarmee bedoeld werd, is dat je je camera kan koppelen met je telefoon. En dat je dus de GPS-data van je telefoon kan wegschrijven naar de data van je foto's in de EXIF mee. Dat is op zich niks nieuws, dat kon in het verleden eigenlijk al wel. Maar daar is die verwarring een heel klein beetje ontstaan. Diezelfde verwarring is ook ontstaan over het tracken van sterrenhemels. Er was een gerucht dat er een A of een sterrentracker in zou zitten die mee zou bewegen met de sterrenhemel. Nou, dat is ook niet waar, want we hebben dat Starry AF, het scherpcelsysteem voor de sterren. Maar dat is dus totaal iets anders wat bijvoorbeeld op de rumor sites allemaal genoemd werd. Oké, dankjewel. Dan de volgende. Klopt het dat je foto's in de camera een rating kan meegeven? Dat klopt, dat is nieuw. En dat is wat je normaal gesproken in je bewerkingssoftware doet. Dan kan je 1 tot 5 sterretjes geven. Dan kan je zeggen van nou, dat vind ik de perfecte foto en die komt wel een stukje beter. Maar dat kan je nu dus rechtstreeks in je camera doen. Dus als je je foto's hebt gemaakt, kan je ze dus al een waardering meegeven in de camera zelf. Dus dat is een extra middel eigenlijk om jouw camera of jouw foto's te beoordelen. Ja, en dat doe je heel snel door tijdens het terugkijken op de knop net boven je duim te drukken. Dan geef je hem een rating van 1 tot en met 5 sterren. En door middel van het draaien aan het voorste wieltje kun je die rating aanpassen. Okay. Dan de volgende. Ik hoop dat ik het goed zeg. De ruisonderdrukking die Alexander noemde voor de oudere modellen. Is dat ook in de app op de telefoon? Dat denk ik niet, want in de app en de telefoon is namelijk niet een bewerkingsapp. Dat is namelijk je afstandsbediening, het terugkijken van je foto's en dat soort dingen. Waar Alexander op doelde, is die ruisonderdrukkingsfunctie die je in OM Workspace terug gaat vinden. Dus die is daar te vinden. In de telefoon zal je die niet gaan vinden. Ja, okay. Klopt inderdaad. Alleen in de Workspace software komt die naar binnen. Okay, ja. Dan komt Jannes nog even terug op... Het volgende, op de 12200. Op de 1200 met 12 mm kon die 4 seconden uit de hand fotograferen. En dat was 6,5 stop. Dus dat zou dan nu 10 seconden moeten zijn? Dat kan Jannes goed rekenen, want 4 keer 2 is 8 en dan een half nog weer erbij. Ja, je komt precies naar de 10. Dus complimenten. Goed zo. Volgende vraag. Werkt Tethered Shooting ook? Niet geprobeerd, maar ik ga er wel van uit. En dan moet ik naar Mark kijken. Maar het zal een verrassing zijn als het niet zou werken. Nee, dat werkt. Ook daar komt een update van. Er komt Olympus Capture versie 3 gaat er komen. Okay, dus dan kan dat ook. De volgende vraag gaat over... Dan hebben we het vermoedelijk over bedraad tetteren, zodat we ook onze camera via de computer weer kunnen aansturen. Ja. Okay, top. Okay. De volgende vraag gaat over focusstekking. Hoeveel sneller is de focusstekking in de camera? Behoorlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik dat schat op zo'n keer zo snel. Dat het komt echt puur vanwege het feit dat die processor zoveel beter is. Dus voorheen moest je echt wel even wachten voordat hij al die focus of al die foto's over elkaar heen gelegd had. Dan zag je het balkje wel langzaam vol lopen, maar dat duurde best wel even. Ik denk dat het nu wel een keer zo snel gaat. En dat is echt top. En vooral ook omdat dat ook weer batterij spaart. Want normaal gesproken waren juist die functies de batterijslurpers een klein beetje. Dus dat zit eigenlijk nu wel heel goed. Ik denk wel een keer zo snel of niet, Mark? Het is meer dan een keer zo snel, Tom. Want het was ongeveer 12 seconden. En het zou niet moeten lukken binnen 5 seconden. Top. Dus, De volgende gaat ook over de focusstekking. Heeft men nu de volgorde van de in-camera focusstekking foto's aangepast? Dus vanaf de eerste foto focus verder naar voren? Volgens mij niet.
Je hebt in de camera heb je altijd twee mogelijkheden. Je hebt de mogelijkheid om in de camera je stapeling aan te zetten. Dat wordt dus echt gefocust stacked als het ware. Dat betekent dat hij altijd één foto maakt op de plek waar jij scherp stelt. Een aantal ervoor en de rest achter. Met een verdeling van 30-70% ongeveer. Ga je fotograferen als de focus een reeks maken. Dat je later samen die foto's gaat samenvoegen. Dan gaat hij wel van voor naar achter. Dus dan gaat hij het wel anders doen. Maar het is dezelfde werkwijze zoals het ook in de voorgaande modellen was. En ik denk dat dat ook een goede werkwijze is. Want dan heb je tenminste je hele bereik heb je wel afgelegd als er gestapeld moet worden. Oké. Nou Mark, deze is denk ik voor jou. Nu we deze OM1 hebben als nieuwe vlaggenschip. Zijn er plannen om met opvolgers te komen voor de EM5 en de EM10? Eigenlijk moet jij dat doen als marketingafdeling. En dan gaan we zeggen, wij kunnen geen commentaar geven op producten die nog niet aangekondigd zijn. Nee, natuurlijk. Wij gaan het niet op deze ene camera alleen hangen. Want dat wordt niet, dat is niet onze toekomst. Dus er zullen ook andere modellen een keertje opgevolgd worden. Alleen wanneer, dat is de vraag. Dus er komt vast nog wat. Je volgende. De zoeken in de EM1X was progressive. In tegenstelling tot veel concurrenten. Is dat nu ook zo? Goeie vraag van Mark. Ik heb geen idee. Ja, dat hele vervelende vraag van Jannes. Zag ik voorbij komen. En voor de mensen die Jannes niet kennen. Jannes heeft in het verleden is collega geweest van ons. Dus die weet heel veel. Ik durf het niet te zeggen. Het is een OLED zoeker met 5,7 miljoen. Pixels en wat Tom al zei, gewoon een veel groter dynamisch bereik, veel meer informatie, veel duidelijker te zien. Oké. Nou, deze, dat is een grappige vraag. Hoe is de trekking van mensen? Of moeten ze eerst een kattenmasker opzetten? Nee, de trekking van mensen was altijd al goed. Alleen wij riepen dat nooit zo heel hard, omdat het bij ons al heel lang in de camera zit. En wat ik al zei, linkeroog, rechteroog konden doen. Dus voor ons was het heel erg gewoon. Waar we het al hadden over die beeldstabilisatie, was ook heel erg gewoon. Dus we moeten dat blijven roepen. Maar de gezichtsherkenning is verbeterd. Oogdetectie is verbeterd. Nog sneller, nog nauwkeuriger geworden. En het mooie is van die onderwerpdetectie, en ik weet dat Tom het ook geprobeerd heeft, en ik zelf ook, als je nog vogelherkenning hebt staan, en er komt een kat voorbij of een hond voorbij, gaat die ook die kat of die hond herkennen. En gaat die ook daar het oog detecteren. Werkt misschien net ietsjes minder snel en werkt beter op het moment dat je kiest voor hondachtige of katachtige. Maar die herkenning is echt heel erg goed. Oké. Vraagje van Wilmar. Wordt de rating ook overgenomen door Bridge, Lightroom of Capture One? Volgens mij alleen door Lightroom voorlopig. Maar ik weet niet of jij al wat hebt kunnen proberen, Tom. Ik heb alleen Lightroom gezien. Ja, kijk, het wordt meegeschreven volgens mij in de EXIF data, als het ware. Of in ieder geval in één van die gegevens. En het is maar net hoe zo'n programma dat dan gaat uitlezen. Maar in Lightroom wordt het in ieder geval meegenomen. Dus je kunt dus van tevoren inderdaad al gaan weten. Hoe dat straks met Capture One en dergelijke is, ja, dat kunnen we nu nog niet helemaal weten, omdat we nog niet alles kunnen importeren in die programma's. Dus dat is even een kwestie van afwachten. Ik weet niet of jullie deze vraag beantwoorden, want volgens mij is Alexander de enige die de grip geprobeerd heeft. Maar de grip is vergroot. Gaat dit ten koste van de ruimte tussen grip en lens? Met andere woorden, kunnen mensen met grote handen de grip vasthouden zonder met knokkels tegen het objectief te komen? Dit gaat niet over de batterijgrip, maar dit zal gaan over de grip die hier vergroot is. Dus de gewone normale grip. Die is niet dichter naar de lens gekomen. Ze hebben hem alleen ietsjes meer laten uitsteken, heb ik het idee. Waardoor je vingers er wat makkelijker omheen passen, waardoor je hem ook beter vasthoudt. En daar komt de positionering van het voorste en achterste draaiwiel heel mooi bij kijken, waardoor het echt een natuurlijke houding is geworden. Dus het is niet zo dat je nu in één keer met je vingers tegen de lens aan zit, ook niet bij de grote lenzen. Dus je hebt de ruimte genoeg om dat goed vast te kunnen houden. Dus daar loop je niet tegenaan. Oké. Blijft de output van focus stacking JPEG of is dat nu ook in RAW? Dat zal altijd JPEG zijn en ook altijd JPEG blijven. Want zo gauw er wat samengevoegd wordt in je camera, zal dat altijd een JPEG zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een HDR. Ook dat is een JPEG-foto. Dus daar ontkom je niet aan. Dus daarin zal je naartoe moeten. Oké.
En kun je op de monitor de opname inzoomen voor de opname? Kun je op de monitor je livebeeld inzoomen waarschijnlijk? Ja, je kunt natuurlijk die elektronische televergroter instellen. Ja, en daarmee kan je dan 100% of eigenlijk 2 keer kan je dan gaan inzoomen. Dus dat is middels de digitale teleconverter die erop zit. Daarmee is dat inderdaad mogelijk. Maar niet als zijnde dat je een focuspunt ergens neerzet en dan het beeld helemaal laat vergroten. Die mogelijkheid zit er niet in. Maar wil je handmatig scherp stellen, want daar wordt het vaak wel voor gebruikt. Ja, dan kan je natuurlijk wel kiezen voor het focuspieken. Zodat je in ieder geval via contrastlijntjes ziet waar je met je scherpte zit. Dus die mogelijkheid zit er uiteraard wel in. En op het moment dat je een zeearend of een vogel in vlucht met een achtergrond van een berg of een bos fotografeert, heeft de diafragma-instelling invloed op de focus? Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, allereerst hoop ik die zeearend eindelijk eens een keer te gaan zien. Want ik fiets elke dag hier naar de Vreugderijke Water en het stomme beest, dat komt nooit. Je hebt hem gemist 2 weken geleden. Ik moet eerlijk zeggen, ik fotografeer met mijn lenzen bijna allemaal vol open. Dus gebruik ik de 40-150 2.8, fotografeer ik op 2.8. Werk ik op de mogelijkheid van de 100-400, gebruik ik vol open. Ik hoef niet te diafragmeren om de focus beter te laten zijn of minder goed te laten zijn. Met name nu in die OM1, hè, met al die fase detectiepunten, want daar hebben we het over. Het zijn allemaal cross-type fase detectiepunten. Ja, die lokken het onderwerp zo ongelooflijk snel. En die pakken dat ook heel erg goed vast. En die houden dat ook goed vast. En je kan in het menu zelfs nog ingeven of dit onderwerp langer moet blijven volgen. Of dat hij juist eerder mag omschakelen als hij een andere achtergrond gaat detecteren. Dus die autofocus, die is eigenlijk wel ongekend. Nou, terwijl ik dit nu zeg, kijk ik ondertussen ook in de chat. En Jannes die merkt nog terecht op bij MF Assist. Manueel scherpstellen, heb je nog wel de mogelijkheid om inderdaad de vergroting nog in te stellen. Na 3 keer, 5 keer, 7 keer of 10 keer. Dus die mogelijkheid is er wel, buiten ook dat digitale teleconverter waar we het net over hadden. Vergeten, sorry. Dankjewel, Jannes. Scherp, Jannes. Heel scherp. Er was in de chat was er ook wat over en weer chats over ProCapture met 120 frames per seconde. Eerder in de presentatie werd 50 frames per seconde genoemd bij ProCapture. Kun je dat nog een beetje toelichten? Als ik het goed heb, maar dan moet Mark mij maar verbeteren als het niet zo is, is het 50 frames per seconde met continu autofocus en 120 frames per seconde met single autofocus. Ja, klopt, klopt. Dus ProCapture kan inderdaad dus met 120 frames per seconde. Ga je de continu autofocus gebruiken, blijf je op die 50 frames per seconde. Ja, en de camera heeft een groter buffer en daardoor kun je ook langer meer foto's in ProCapture opnemen. Dat was 35 foto's voor het moment dat je de ontspanknop indrukt en het worden er nu 70 foto's. En dat betekent dat 0,8 seconden ongeveer kan zijn. Ja, klopt. Er is ook nog een vraag over de video. Wat is de chroma subsampling bij videoopname? 4:4:4? 4:2:2.0. Dat was het laatste antwoord. Dus dat is dan duidelijk. Ja. Ja. 4:2:0. Ja, oké. Okay. Nou, dan is deze vraag ook beantwoord. En dan ben ik er. Volgens mij doorheen. Ja, ik zag nog een reactie staan van iemand die zei, als het in Lightroom kan met die sterren importeren, dan kan de rest het ook. Dus daar vertrouw ik op dat Wilma dat weet uit zijn ervaring. Nou, ik zie nog een vraag staan van iemand. De stacks komen niet in een aparte map. Nee, de stacks komen gewoon in hetzelfde mapje. De camera maakt wel als u een geheugenkaartje heeft en u doet dat kaartje in, de OM1. Dan maakt hij een nieuw mapje aan op basis van die OM1. Maar daar komen alle foto's weer in die in die de camera worden opgenomen. Er komen geen aparte mapjes in. Zit er nog een soort dust remover systeem op? Niet zeker. Een soort. De beste ter wereld volgens mij. Als Mark dat, die zal dat wel gaan zeggen. Maar er zit nog steeds het stofverwijderingssysteem waar ze ooit in de E-system camera's mee zijn begonnen. Ja, dat werkt gewoon nog steeds heel erg goed. Maar Mark weet daar meer van dan ik in ieder geval.
Er zit dezelfde stofverwijdering in als dat we, wat Tom al zegt, al heel lang hebben. En er zit dezelfde stofverwijdering in als in de EM1 Mark 3 zit. Met de speciale coating die ervoor zorgt dat die tot, wat was het geloof ik, 50% minder aan stof en aan vuil oppakt op de coating al. Dus daar zit al een hele grote stap in. Ja. Nou, dan zijn we door de vragen heen, denk ik. Ja, ik zat nog even terug te kijken, maar volgens mij zag ik niks. Hoe ver ambassadeurs zijn er nog over eigenlijk? Nou, voor jou Ingrid. Dat moet ik even tellen hoor. Nou, we moeten eigenlijk gewoon vertellen dat we dat continu blijven aanpassen. En dat we blijven het sowieso constant aanpassen. We hebben afscheid genomen van een aantal ambassadeurs omdat die de vleugels verder wilden uitslaan. Dat zijn Robert Rozenbeek en dat is Gerrit de Groot. Daarnaast hebben we natuurlijk Tom erbij gekregen, waar we heel erg blij mee zijn. En we zijn de samenwerking aangegaan met Janneke van der Pol. En die is beter bekend onder Arnhems Meiske. En van alle ambassadeurs zullen jullie de komende tijd via de socials veel meer gaan zien. Dus hou dat sowieso in de gaten. Ja, en natuurlijk is Fokko de stap gemaakt van straatfotograaf naar natuurfotograaf. Dus die komt ook steeds beter in ons in het huidige programma tevoorschijn. Ja. En dan hebben we natuurlijk Arend Spaans nog. Gordon Meuleman. Gordon Meuleman doet er nog mee aan de slag. Gordon Meuleman, José Luchtenberg. Dus eigenlijk zijn alle, de meesten die zijn gebleven. En ja, de focus ligt op natuurfotografie en macrofotografie. Maar uiteraard gaan we het andere allemaal niet uitsluiten. En daar zullen we zeker nog wat mee gaan doen het komend jaar. Ja, Jannes roept Richard ter Borg nog even voorbij. Ja, Richard natuurlijk. Maar Richard, we gaan nog contact opnemen met Richard. Omdat hij op dit moment even wat andere dingen aan zijn hoofd heeft. Maar daar gaan we zeker nog mee in gesprek. Vraag nog iemand, wanneer kan ik de OM1 zelf testen voor een dag? Nou, zelf testen, dat kan, zoals ik al zei, de komende paar weken een aantal keer. Maar niet voor een dag, voor een half uurtje. En daar houdt het mee op, want we hebben een hoop liefhebbers die willen testen. Dus zoals ik al zei, hou onze sociale kanalen in de gaten. En dan komen daar heel veel mogelijkheden voorbij om de camera vast te houden. Er wordt hier ook gezegd, Stijn. Stijn hebben we al, ik denk een jaartje geleden, afscheid van genomen. Omdat hij wilde liever wat andere dingen gaan proberen. Maar Stijn blijft Olympus uiteraard volgen. Ik zie nog een vraag. Is de mogelijkheid een lijst te krijgen van verdelers in België? Eigenlijk de makkelijkste manier daarvoor is naar onze site te gaan. En de dealer locator daarin te vullen. En daar kunt u een dealer bij u in de buurt vinden die Olympus Pro dealer is en die deze camera dus kan verkopen. Is er een plek voor nieuwe ambassadeurs? We staan altijd open voor nieuwe ambassadeurs. Dus op het moment dat je interesse hebt, stuur ons een mailtje marketing-nl@omdigitalsolutions.nl. Misschien kunnen we dat even .com even in de chat zetten. En dank. Uiteraard kunnen we geen toezeggingen doen, maar gesprekken zijn uiteraard altijd mogelijk om te kijken wat we kunnen doen en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie nog Jannes, die heeft het over de professional imaging. Volgens mij wordt dat begin maart bekendgemaakt dat professional imaging plaats gaat vinden. Daar gaan wij voor de rest niet over. Nee. Dat gaan we nog bekijken. Het is, voor zover ik weet is het in mei, is het verschoven tot mei. Maar dat zal weer afhangen van hoe COVID er op dat moment uitziet. En of we daaraan gaan deelnemen. Volgens mij zie ik geen vragen meer voorbij komen. Dan bedank ik Ingrid voor haar assistentie vanavond. Tom. Natuurlijk voor jouw uitgebreide testen en uitproberen de afgelopen tijd. En ook voor jouw evenement van vanavond. We gaan binnenkort nog wat dingen doen. Mag ik nog één klein dingetje zeggen? Ja, jij zeker.
Gelukkig. Dankjewel. Heel veel mensen die zitten ook op Facebook, Instagram en dat soort dingen. Je hoeft me niet allemaal te volgen. Mag uiteraard wel. Maar mocht je nog vragen hebben dat je morgen denkt van... Hey, hoe zat dat nu eigenlijk? Of hoe zit dit? Je kan me altijd via de socials opzoeken. Dan kan je altijd een berichtje sturen met je vraag. En dan zal dat ook via de socials altijd beantwoord worden. Ik probeer dat altijd zo snel mogelijk te doen. Maar ik doe dat altijd in ieder geval binnen 24 uur. Dus heb je nog vragen over de camera of moet je iets weten? Schroom niet, wees welkom en zoek me alsjeblieft op. Ja. Nou, bedankt Jannes voor het antwoorden van een paar vragen. Ik zag de heren Wilma van Beeldvoerders. Ja. Wilma die nog wat vragen beantwoorden. Die wat dieper op de video in kon gaan, net als de jongens van Beeldvoerders. Bedankt voor het kijken en een hele fijne avond allemaal. Fijne avond. Fijne avond. Dag. Dag.